veel van de comedians zijn gewoon moppetappers. En ze hebben niet echt iets te vertellen. Let's go. Let's go. I will burn. Als ik af en toe die filmpjes van mezelf kijk, denk ik, waar de fuck haal jij je zelfvertrouwen vandaan, kerel? Want dat slaat helemaal nergens op. Want ik krijg me af en toe toch dingen naar mijn hoofd geslingerd omdat ik weiger een religie te kiezen. Het enige constante aan dit leven is verandering. Je gaat toch ook niet tegen een vlinder zeggen, ja, maar je was toch eerst een rups? Ik denk dat er een correlatie is tussen mensen die bijvoorbeeld heel erg creatief zijn, maar tegelijkertijd ook psychische problemen hebben. Je wil helemaal geen vlekkeloos leven, dat wil je niet. Daar zit geen betekenis in. Waar word jij het blijst van dan? Ja, dat is echt heel simpel, jongen. Daardoor zijn mijn voorouders afgeslacht, omdat we dachten dat ze gezuiverd moesten worden van de duivel. Alleen de dingen die iets waard zijn, kosten moeite. Toch daarmee dat ook de moeite waard. Totdat ze de show zien. Dan is het, hey, oh. Zie jij geen verband tussen de geografische locatie en religie? Niet eens een kleine twijfel, niet eens een beetje. Ik wist precies wat me te doen stond. Vertel mij dat ik het niet kan, ik ga het je laten zien dat ik het kan. Moet niet de drijfveer zijn, want ze waren niet een bitchen toen ik blut was. Ik werk knijterhard, man, mag ik even? En dit wat ik nu doe, wil ik niet doen. Nu ben ik dat ook aan het doen, nu ben ik ook aan... En je kan zeg maar geen vrede scheppen in de wereld als er een oorlog wordt in jezelf. Heb je het gevoel dat je genuanceerder bent geworden door de jaren heen? Ik ben slimmer geworden. Een stuk slimmer. Dat ga je toch ook niet tegen een baby zeggen? Je kroop eerst, waarom loop je? Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vandaag in de podcast niemand minder dan Jay Francis, aka Tisje Boy Jay. Heeft verder natuurlijk totaal geen introductie meer nodig. Jullie gaan naar een heel tof gesprek met hem kijken. Ik ben heel blij dat hij vandaag in de podcast zit, want hij inspireert mij enorm en met mij natuurlijk honderdduizenden andere mensen. En we spreken over wat hem bezighoudt, hoe hij is gegroeid de afgelopen jaren, zijn theatertour, hoe hij naar het leven kijkt, naar religie en nog veel meer. Het raakt mij iedere keer en ik denk dat het onwijs een toffe podcast is geworden. Als jullie hem nou tof hebben gevonden, lieve vrienden, doe je een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetrumanshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie ons natuurlijk enorm. Abonneer je even op het kanaal waar je aan het kijken bent. YouTube, Spotify, Apple. Abonneer je eventjes. Laat een reviewtje achter. Drop even in de comments wat je ervan vond of wie je graag als gast terug zou willen zien. En voor nu wens ik jullie gewoon ontzettend veel plezier met het kijken of luisteren van deze podcast. Jij hebt, tot juli ga je nog toeren? Ja. Ja, tot juli. En dan ben ik klaar en dan stop ik ook een half jaar. Ja? Ja. Even, wat ik je zeg, het zijn 100 shows van januari tot juli. En dan eigenlijk de prime zit van januari tot juni. Juli zijn maar 5 shows of zo. Dus ik heb er echt 100 in een half jaar. En het is heel leuk. Ik geniet er intens van. Alleen, ik moet wel opletten dat ik dit blijf dragen, want ik wil dit voor een lifetime blijven doen als het goed is. Dus ik moet wel opletten dat ik mezelf niet voorbij loop. Dus dadelijk halfjaartje ook echt even niks. Focus op gezondheid, trainen, eten, slapen, familie, dat soort shit. En dan begin ik pas volgend jaar, januari of februari weer. Ik merk het zelf ook. Hè. Kijk, zo'n tour, en die van mij is natuurlijk een stuk kleiner dan die van jou is. Maar ik vind dat soort van, daar word je echt getest ook op je levensstijl. Mm. Weet je wel, als ja, je dan even, want het is zo 3 shows in de week, weet ik wat allemaal. En dan ook nog goed proberen te eten en zo. Ja. Ik merk echt, dat is echt mijn grote leermoment voor leerschool voor volgend jaar een nieuwe tour. Ja. Is dat ik echt meer op mezelf ga letten. En ja, juist op die momenten, want je zo snel verzand je weer in. Oh, nou dan laten we catering komen. En dan is het gewoon een bord pasta of een weet ik het wat. Ja. Terwijl je volgens mij juist op die momenten het beste op jezelf moet letten. Ja, zeker weten. Als ik dat niet doe, dan trek ik het niet. Als ik niet, maar niet leef als een atleet. Ik heb dit 3 jaar geleden heb ik dat meegemaakt dat ik... had ik vocht op mijn longen. Toen moest ik naar de dokter. En het weekend ging allemaal niet meer helemaal lekker met de gezondheid. Zeg maar. Niet extreem of zo, maar het ging even niet goed. Toen vroeg de dokter, wat doe jij? Ik zeg, nou, ik doe tour, ik doe dit en dat zo. Hij zegt, luister, je moet die dit dokter, gaan... Die dokter, die kende jou nog niet? Die kon mij nog niet. Nee, oh, nee, sick. Nee. Dat was voor die gekheid. Oké. Okay. Dat was voor die gekheid. Die kon mij niet. Oh, dat is zelfs nog langer dan 3 jaar geleden. Dat zeg ik 4 jaar geleden. Hij zegt, jij moet jezelf gaan beschouwen als atleet. Als topsporter. Want dat is wat je op dit moment aan het doen bent. Je maakt lange nachten. Je bent soms weer vroeg op. Jouw eten moet helemaal top zijn. Jouw beweging moet top zijn. Alles moet top zijn. Anders ga je misschien 5, 6, 7 jaar ga je mee. En dan eindig je als heel veel van die sterren. Aan de drank, aan de drugs. Om maar te kunnen functioneren. Ik drink niet meer. Ik doe al dat soort shit doe ik niet meer. Ik moet 100% gefocust zijn. En ik doe dit als
topatleet. Hmm. Dan trek je het. Als je dat niet doet, is het leuk voor een paar jaar. Maar dan ga je op een gegeven moment ga je gewoon of verslavingen krijgen of slaapproblemen. Of je bent gewoon functioneel, ben je gewoon niet meer daar. En dat wil ik niet, man. Dus ik ben wel nu echt... Mijn eten moet perfect zijn, mijn trainen moet perfect zijn, mijn slaap... Ja, dat is niet altijd helemaal goed. Omdat ik niet die prikkels niet allemaal goed verwerkt krijg. Maar ja, ik ben er wel echt bewust mee bezig. Hoe slaap jij nadat je zo'n show hebt gedaan? Soms wel, soms niet. Ja, ja, dus ik heb ook nu met mezelf afgesproken dat dat oké is voor nu. Omdat je eigenlijk doe je iets heel onnatuurlijks. Het is niet natuurlijk om voor zo'n grote groep te staan, te spreken. Al die lampen op je, daarna al die mensen nog ontmoeten, knuffelen, praten. En dan verwachten, nadat je dat allemaal hebt gedaan, zo, nu ga ik naar bed. Dat gaat niet. Dat weet ik nu, dat is onnatuurlijk. Want ik ben een heel ander persoon als ik niet toer. Ik slaap goed, ik eet nog beter, ik train nog beter. Maar ik kan niet, zeg maar, dat doen en ook nog eens, nee. Ik was dat laatst, hè, zat ik op kantoor, was het weer 1:30 of 2:00 en ik kon niet pitten. Ik had mijn optreden gehad en ik had zo'n klein steentje voor me liggen, de Yin en Yang steen. En dan zie je, zeg maar, dat witte en dat zwarte en het witte in het zwarte. En toen zag ik op een gegeven moment, zeg maar, je hebt dat witte gedeelte, het licht, en daar zit een zwart puntje op. En als ik, zeg maar, het licht wil zijn nu, of een beetje een verademing wil zijn in mensen hun leven, zal er altijd een klein stukje zwart bij mij zitten. Want ik heb de slapeloze nachten, ik heb de vermoeidheid, ik heb al die dingen. Maar dat is het offer dat ik moet brengen op dit moment. Want aan de andere kant, als ik dan een dame voor me heb staan die zegt, hey Jay, in de coronaperiode heb je mijn leven gered omdat ik het niet meer zag zitten. En ik dacht, fuck it. En toen kwam jij er en het ging weer. Daar, als ik dat wil doen, zal er een stukje duisternis in mijzelf zijn. Waardoor ik net wat, ja, wat minder slaap, wat minder eet. En dat is het offer wat ik moet brengen. Maar ben ik nu wel oké mee? Want als ik daar niet oké mee ben, dan ga ik mezelf in elkaar slaan. En je slaapt niet goed en je moet dit. Nee. Wil je dit doen? Ja, ja, er is wel een consequentie aan dat gedrag en daar teken ik nu wel voor. Nou, we zijn er ook ergens wel gemaakt ook om, zeg maar, ik geloof ook niet dat we als mens gemaakt zijn om een hele leven soort van perfect alle dingen te vermijden en helemaal perfect te eten. En nee, dat zie je natuurlijk wel in die hele biohackers stroming en zo op dit moment, die ik heel waardevol vind, omdat je de dingen uit kunt halen die leerzaam zijn, ja, en die je in je eigen leven kan toepassen. Maar soms denk ik ook dat het ook een soort doorslaan wordt in het perfectionisme, ja, daar weer in of zo, weet je wel. Is ook 100% zo. En ik moet daar zelf ook voor waken. Uiteindelijk moeten we toch proberen te balanceren tussen streven naar meer en comfortabel zijn met hetgene wat we hebben. En dat is moeilijk, want die stem van streven naar meer, dat brengt ons waar we op dit moment zijn. Hè? Daardoor gaat het niet zo goed en daardoor vul ik alle zalen en daardoor gaat die carrière. Maar tegelijkertijd moet ik ook comfortabel zijn met hetgene wat ik heb. En dat is voor mij een constante strijd. Tussen, nee Jay, het is oké dat je, nou, je hebt vandaag junkfood gegeten. Maar dat is oké, want dit. En ik denk dat we daarin moeten balanceren. Maar inderdaad, nu heb je meer het extremisme in alles. Dus ook in de voedingsindustrie. Ja, het is heel fijn als jij heel goed op je voeding let. Maar als het je tegelijkertijd heel veel stress oplevert. Soms kan je beter met een ease of mind een hamburger eten dan met gestrest lijf een salade, denk ik. Als we dat op de weegschaal moeten leggen wat dan gezonder is, denk ik dat als je... En nu, dit kan je weer uit context gaan trekken van... Ja, zie je moet gewoon hamburgers... Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Het is wel echt balanceren, zo. Balanceren, man. Ik had het laatst ook met... ik heb met alcohol drinken, weet je. Ik doe het echt nog weinig. Ja. Maar ook daarover soms... Ik was vorige week was het nog. Ik was gaan padellen met vrienden van mij die ik in Bali heb ontmoet. Dus dan is leuk, weet je. Dan ontmoet je elkaar zie. Weer. En toen zaten we gewoon achter elkaar een paar biertjes te drinken. En ik aanschouwde het, weet je wel. En ik dacht, ik kan nu twee kanten op. Ik kan nu schuldgevoel gaan hebben. Omdat ik nu voor het eerst in een lange tijd weer een paar biertjes ga drinken. Ja. Of ik ga er nu echt van genieten. En gewoon genieten met die guys dat we er weer zitten. En een paar biertjes drinken. En het voor lief nemen dat ik me morgen misschien even iets minder fit voel. Ja. Maar de dag daarna gewoon weer helemaal er fris tegenaan. Ja. En ik heb een teringleuke avond gehad. Ja. Ik heb er echt van genoten. Ik heb me niet schuldig gevoeld. En ja, de dag daarna voelde ik me eigenlijk ook gewoon serieus gewoon fit. Ah, lekker. Kan je dat? Oh, ik probeer dat ook. Maar ik heb dit dan niet met alcohol. Ik heb dat met hash. Ik heb dat met blowen. Ja. Dat ik denk, ik heb dat eerst misbruikt, hè, die substantie. Ben ik helemaal vanaf. Maar ik heb dan, precies wat jij zegt, heb je soms een avond met de boys. Hey, zullen we even? Oh, het lukt me soms wel, maar soms ook niet. Dat ik, dan doe ik het. Maar daarna komt die stem. Hmm.
Ah, bitch. Dat soort shit. Slappe zak. Zie ja, je wel. Ja, zie je wel. Als je discipline. Hè? Iedereen zegt dat je discipline king. Ik vind dat lastig soms, man. Ik heb dat met alcohol wel echt veel minder. Omdat ik, als ik kijk waar ik vandaan kom met mijn eigen alcohol- en drugsconsumptie van de tijd dat ik nog in het nachtleven zat. Ja. Dat was echt misbruiken, zeg maar. Okay, ja. En daar kon ik ook echt dingen doen dat ik dan de volgende dag wakker werd. Dat ik echt dacht, ah, idioot, waarom heb je dit nou weer gedaan, ja. Weet je wel? Ja. Maar als ik nu kijk waar ik vandaan kom en waar ik nu sta. En ik heb dat met een aantal dingen in mijn leven. Bijvoorbeeld het spreken voor mensen. Dat is ook voor mij zo'n ankerpuntje. Dat ik dan terugkijk waar ik een paar jaar geleden stond daarin. Ja. Hoe bijvoorbeeld voor het spreken voor mensen. Hoe angstig ik daarvoor was. Dat het echt voor mij doodsangst was om dat te doen. En dan nu door die theatertour erachter komen dat ik het en leuk vind, ook nog steeds spannend vind, maar en heel leuk vind, dan zie ik, oh ja, en met alcohol is precies hetzelfde, weet je. Een paar jaar geleden kon ik het gewoon niet anders dan misbruiken. Ja. En nu kan ik dus gewoon, soms, sporadisch, weet je wel. En dan net als nu ook, kan ik 5 biertjes drinken en dan that's it. En naar huis gaan en gewoon een hele leuke avond hebben gehad. En that's it. En dag daarna gewoon weer door met waar je bent gebleven. Precies. Ja. En ik heb datzelfde. Ik heb het eerst echt veel misbruik. Alleen ik heb soms nog die judgmental gedachtes. Maar dat heb ik niet alleen. Of ik nou eens een keer hash rook. Of ik verkeerd eet. Ik heb een blessing en een curse. En dat is mijn innerlijke stem. Daardoor streef ik naar meer. En daardoor bereik ik heel veel dingen. Maar hij slaat mij ook af en toe in elkaar. En ik heb dat nu wel voor lief genomen. Want ik kan zeg maar niet alleen maar de vruchten plukken van mijn persoonlijkheid. Daar hangen ook gewoon dingen aan. Snap je? En dat probeer ik wel steeds meer content mee te zijn. Dat het niet alleen maar roze geur en maneschijn is. Als je de manier hoe ik denk, dat bevordert me in mijn werk. Maar ik kan dan niet zeggen, zoek de meest gekke metaforen, de meest random humor. Maar als ik zeg, nu stoppen, dan stop je. Nee. Als ik dan in het begin met een bed lig, denk ik, oh, maar dit is leuk. En dan, ja, dan ga ik weer. Ja. Denk je niet ergens dat voor ons allemaal geldt of zo, dat de dingen die wij, waar we echt heel goed in zijn, of de dingen die we goed hebben ontwikkeld of die in ons voordeel werken, dat die bijna altijd ook een soort dualistische schaduwkant kennen, die als je die niet onder controle hebt, dat het ook iets negatiefs kan brengen. Ja, 100%. Want ik zie dat vooral bij artiesten bijvoorbeeld. Er zijn artiesten die ik persoonlijk ken nu, die wat echt geniaal zijn in hetgene wat ze doen. Maar tegelijkertijd ook heel erg last hebben van hun genialiteit. Als jij een doordenker bent, als je een filosoof bent, dan kan je dat niet zomaar uitzetten. Dan, dus de manier hoe je naar de wereld kijkt. Ik denk dat er een correlatie is tussen mensen die bijvoorbeeld heel erg creatief zijn, maar tegelijkertijd ook psychische problemen hebben. In de comedianwereld zie je dat heel veel. Vooral in Amerika kan er zo 15 comedians opnoemen die daarnaast kampen met psychische problemen of verslavingsproblemen. Omdat ze de wereld op een bepaalde manier bekijken. En dan heb ik het nu op comedy vlak. Maar ik denk op elk vlak. Of dat nou sport is, of dat nou de manier hoe je naar de wereld kijkt is. Het snijdt altijd aan twee kanten. Want alles komt in tweeën. Er is niks wat solo hier is gekomen. Dus altijd dit, maar cause and effect. Dus altijd dit en dan dat. En ik denk dat de kunst is om daarmee te gaan dealen. Van ja, prima, dit is ook oké zijn met de imperfectie wat we allemaal in ons hebben. Denk je niet ook dat het een, ja, want dit merk ik zelf ook heel erg. Ik merk ook heel erg dat soort van de dingen waar ik echt exceptioneel goed in ben. Dat die inderdaad ook komen met een soort schaduwzijde. Ja. Alleen omdat ik, dit was wat ik me laatst aan bedacht, maar omdat ik zeg maar gelukkig dat creatieve stuk, zeg maar, dat waar ik dan goed in ben, echt kan benutten voor iets en ook echt kan inzetten. En daar dus ook positieve feedback uit haal. Ja. Kan ik soort van met wat meer compassie of zo naar dat andere stuk kijken. Ja, snap je wat ik bedoel? Is ja, dat, 100%. Als je dat dus niet hebt, dat je dan meer gefocust bent op die negatieve kant ervan. Omdat je dat positief niet inzet nog tot iets goeds. Ja, 100%. Dit, what the fuck. Ik heb dit 3 dagen geleden had ik dit weer. Ik had weer zo'n nacht dat ik niet kon pitten. Weet je? En ik word hier niet goed. En dan ben ik in mijn eentje. Hè? Succes ben ik met iedereen. Maar als de slapeloze lachten moet ik alleen doen. En daarna was ik aan het denken van, oké, waaf, maar ik heb wel mijn moeder deze 4 dagen ook meegenomen op tour. Mijn zus was er ook bij. Mijn schoonbroer die werkt. Iedereen werkt in dit bedrijf. Ik kijk even om me heen. Ik zit in dit huis. Nou, dat gaat ook heel erg goed. Iedereen benefit eigenlijk van hetgene wat ik nu aan het doen ben. Zet dit even tegenover jouw fucking slapeloze nachten. Als ik een rekening zou krijgen, zou ik thuis zeggen, dit is wat je familie allemaal gaint. En jij zelf op soul niveau gain je dit. Maar dit komt er wel bij kijken. Dan zou ik zeggen, ja, is goed.
let's go. Dus inderdaad, als je dat op een weegschaal kan zeggen, dan kan je het makkelijker dragen. Maar stel je voor, je hebt die ene kant niet. Dan wordt het lastiger. Dan wordt het een stuk lastiger. Ja, goede realisatie. Heb je altijd dingen op te offeren, denk je, als je echt ergens voor wilt gaan? 100%. Alleen de dingen die iets waard zijn, kost de moeite, toch? Daarmee is het ook de moeite waard. Je moet, ik weet niet, ik denk niet, zeg maar, dat er een leven, een meaningful leven bestaat met diepte, zonder dat we daar offers voor moeten brengen. Alles komt met een offer, denk ik. Tenminste, de mooiste dingen in het leven, daar moet je wel moeite van doen. De diamanten liggen begraven, de kiezels liggen gewoon op de oppervlakte. Dus ik denk dat je wel echt moeten graven en moeite voor moeten doen. Dat is met, of dat nou op microniveau is, dat je in een ijsbad zit en het is even fucked up en je daarna chill. Dat ik kapot ga aan de sportschool en me daarna lekker voel. Of dat ik echt in het diepste van mijn ziel moet graven om daar een diamantje te gaan vinden. Ik denk dat het niet mogelijk is om een betekenisvol leven te krijgen zonder daar offers voor te brengen. En daarom gaan die mensen wat geen offers brengen en de makkelijke weg kiezen. Dus ik wil geen weerstand in de sportschool, dus ik ga dit doen. Ik wil geen weerstand met mijn verbindingen, dus ik kijk porno. Ik wil geen weerstand met gezond eten, dus ik pak junkfood. Wat doet hun ziel uiteindelijk? Die worden ziek, verslaafd. Ik denk dat, weet je wat dingen zei? Alan Watts? Hij zegt, als jij een leven kon dromen, hè? Je gaat naar bed en je kan je droom uitkiezen. En je kan er ook nog voor kiezen dat jouw droom 75 jaar lang duurt. En elke dag kan je je droom uitkiezen. Er zijn geen limitations. Dan kies je de eerste week, maand, jaar, kies jij voor, ik vlieg naar daar, ik vlieg naar zus en ik spreek daar. En glorieus. De dag daarna kies je weer zoiets. De dag daarna kies je weer zoiets. Geef dat een maand, jaar, ligt eraan aan je persoonlijkheid, ga je op een gegeven moment kiezen van, oké, vandaag wil ik eens een keer dromen over, geef me eens een klein obstakeltje, om te kijken hoe ik daarmee omga. De dag daarna kies je van, doe maar even dit, even kijken hoe ik daarmee omga. Hij zegt, en uiteindelijk zal je je leven dromen wat je op dit moment hebt, wat onvoorspelbaar is, waar je op een gegeven moment kan zeggen, ik wil de uitkomst even niet weten. Of je droomt over, geef mij eens dysfunctionele ouders, even kijken hoe ik daarmee omga. Omdat we helemaal niet die glorie willen. En hoe kom je er dus achter, misschien droom je nu die droom. Waar je een beetje hobbels hebt. En je wil helemaal geen vlekkeloos leven. Dat wil je niet. Daar zit geen betekenis in. Denk ik. Nee. Dus ja, we hebben offers nodig. Ja, en plus stel je ook voor dat je... dus ik, net als nu bijvoorbeeld, ik vind het heerlijk om te reizen. Ja. Maar stel je voor dat je dat gewoon altijd onbeperkt kon doen. Dan voelt het toch minder lekker. Als je nu op reis gaat, dan weet je, ik heb gewoon pokhard gewerkt. Juist. Ik heb me alles gegeven, weet je wel. Ja. En nu, en ik zeg niet dat je moet werken om op vakantie te gaan. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Maar het is wel bepaalde prestaties, bepaalde dingen die je neerzet. Of bepaalde, ja, als je daar iets voor hebt gedaan, dan voelt het natuurlijk veel betekenisvoller ook. Ja. Ik denk niet dat het, nee, ik wil helemaal geen, ik wil geen vlekkeloos leven. Nee, absoluut niet. Geef mij maar die fucking hobbels. Geef mij maar een enorme piek en een enorme dal. Dan voel ik dat ik leef. Snap je? Soms wil ik gewoon kapot gaan dan van verdriet. En daarna wil ik weer heel erg lachen en heel erg gelukkig zijn. Maar ik vind het wel lekker zo. Heb ik altijd gehad. Ik hoef niet. Nee. Nee. Maar dat is denk ik, misschien is het persoonsgebonden. Want er zijn ook mensen, daar ben ik soms jaloers op. Die, bro, gewoon simpel, echt simpel. Gewoon opstaan naar je werk, je ding doen, daarna thuiskomen. En gewoon het simpele leven, zeg maar, gewoon huisje, boompje. En die zijn content. Daar is niks mis mee als je content bent. Soms zou ik dat willen? Toen ik denk, boh, dat zou rustig zijn, toch? Want soms word ik gek van mezelf. Toen ik denk, ja, tering, waarom moet ik alles zo extreem? Het gaat om het content zijn. Een clear horizon. Daar zit hem de beauty in. Alleen dat is persoonsgebonden. Ik heb dat soms ook, hoor. Dat ik dat zo, dat ik daar met enigszins kan benijden. Maar dan aan de andere kant denk ik ook wel weer van, als ik dan een soort van terugblik op mijn leven tot nu toe, denk ik van, wauw, ik heb echt zo knijterveel meegemaakt. Ja. Dat zou ik echt allemaal voor geen goud willen missen. Ik ook niet. Nee, ik voel je helemaal. Maar er zijn dus mensen die zeggen, oeh nee, dat is me te veel gedoe. En ik weet niet wat goed is. Hè? Ik bedoel, als jij content bent met jezelf, dan win je toch? En jouw content is anders dan mijn content. En het enige wat ik moet proberen is, ja, ik moet mijn content moet ik realiseren. En ik weet nu dat ik ga heel erg goed door bam, bam, bam. Geef me gewoon het leven in vol aspect. Ik wil een keer mijn hart volledig gebroken hebben en daarna wil ik weer herstellen ervan. Dat wil ik. Maar ja, het heeft ook een stukje met ja, het leven helemaal aangaan in zijn volle aspecten, denk ik. Waar word jij het blijst van dan? Blijst van? Het meest content? Ja, dat is echt heel simpel, jongen. Meest content,
Als ik bijvoorbeeld denk nu, hè, ik had het net nog over met mijn manager in de auto. Ik zeg, als ik terugdenk aan bijvoorbeeld aan Ahoy, denk ik meer aan de afterparty van Ahoy dan aan Ahoy. De afterparty, als we het hebben geflikt met z'n allen. Mm. En je zit dan daar met je familie en vrienden. En we hebben dat net meegemaakt met elkaar. Dat moment, dat duurt misschien een uurtje. Daar geniet ik veel meer van dan 4000 tickets verkopen en het optreden. En dus ik weet niet, de momenten, die weet ik veel. En dat, soms heb ik het gewoon random als we de tour afsluiten. En ik zit met mijn hele fucking familie aan een eettafel. En we kijken terug met z'n allen van wat de fuck is er allemaal gebeurd. Dat zijn mijn momenten. Hmm. Dus meer de reis zelf. Ja, en dat heb ik met echt hele simpele dingen. Als ik met Baloo ga wandelen op een zondag en we komen... Gisteren kwam ik gewoon 3 kleine baby rendiertjes tegen in de ochtend om 7 uur met mijn hond. En de zon die scheen zo. Ja, daar kan je mee oprapen. Daar ben ik letterlijk aan het janken van geluk. Hè. Toen ik denk, oh, wat is dit? Prachtig! Dus ja, zo'n momenten zijn het eigenlijk, man. Het is niet heel... Nou ja, ik vraag het ook een beetje omdat... Als je kijkt wat jij de afgelopen jaren hebt gedaan. En ik heb net nog even opgezocht voordat we begonnen. Want ik wil natuurlijk even weten. Je bent natuurlijk eerder in de Truman Show geweest al. Ja. Dat is 3 jaar geleden. Oh ja? Dat is 3 jaar en een maand geleden. Okay. Dat jij dat ik bij jou in Limburg... Oh, bij mij thuis was dat. Bij jou thuis was, ja. om die aflevering op te nemen. Ja. Maar dat zijn voor mij weer van die kleine momentjes. Dat ik denk, what the fuck? Is dat alweer 3 jaar geleden? Wat is er... Veel gebeurt in de tussentijd. En bij jou zie je natuurlijk gewoon, je hebt zoveel gedaan, je hebt zo hard gewerkt en zo. En aan de ene kant ben je natuurlijk op handen en voeten gedragen door heel veel mensen. Aan de andere kant heb je ook heel veel haat gekregen. Ik denk dat iedereen die hier zo mee bezig is, dat zal herkennen. Zeker. Maar je moet wel een soort van echt een drive hebben om dat allemaal te willen doen. En vervolgens ook nog gaan doen, weet je. Dus er moet, wat is bij jou die drijfveer die jou zo ver laat gaan? De drijfveer is dat ik op een gegeven moment, hebben we het er straks ook over gehad, is dat als jij op een gegeven moment echt ziet wat dit doet bij mensen, het is groter dan mij. Het gaat helemaal niet meer om mij. Ik sta niet op voor mij. En dan heb ik het even op het vlak van wat ik het kan doen voor mijn familie, hè, want daar gebeurt ook heel veel nu. Maar als jij met iemand spreekt, hè, en die een vrouw van in de 80 die kijkt jou aan en zegt, luister... Mijn man overleed in die en die periode en het was voor mij klaar. Ik wilde helemaal hier niet meer zijn. En ik ben wat filmpjes van jou gaan kijken. En ik moest random weer eens een keertje lachen, wat ik al heel lang niet meer heb gedaan. Of je spreekt met een man van zo'n kerel die zo voor je staat. En die zegt dat je hem zo hebt geholpen in die en die periode. Bro, als je dat op een gegeven moment echt beseft, dat het helemaal niet meer om jou gaat. Als mijn wekker gaat, het is niet voor mij. Dit boeit mij... Niet meer, zeg maar. Ik weet nu wat het doet bij mensen. En ik geloof, zeg maar, ik heb dit gekregen. Want soms vragen mensen, hoe kan jij zoveel blijven werken en die shows doen en bla bla. Ik doe niet zoveel. En dat, ja, ik doe veel, maar het kost me geen moeite om te schrijven bijvoorbeeld. Mm. Och, hoe kom je erop? Weet ik niet. Ik doe niks. Dus het is... Het lijkt zeg maar alsof ik ik ben zo in elkaar gezet op deze manier. Dus ik moet hier iets mee doen. Blijkbaar, want anders, ik kon niet kiezen dat ik hierop aanging. Dus mijn drijfveer is nu groter dan mezelf geworden. En dan sta je altijd op. Dan ga ik altijd blijven doorgaan. Want als ik stop, dan denk je, maar dat dametje dan? Wie gaat haar dan helpen? Wie gaat haar dan een lach bezorgen? Dus ik denk dat toen mijn drijfveer van Jay afging, toen is er een energie ingekomen die ik kan niet meer stoppen. Omdat ik nadenk over... Weet ik veel, voor zoveel andere mensen nu, waar ik misschien een steentje van kan bijdragen. En als ik verslap, ja, uiteindelijk komt het met hen ook wel goed. Maar de drijfveer is veel groter dan mezelf geworden. En daarom kan ik niet meer stoppen. Het gaat niet meer. Ervaar je ook zo dat, dit geldt denk ik voor iedereen op elk gebied, maar op het moment dat jij joy haalt uit hetgeen wat je doet. Ja. En dan denk in jouw geval dat je kunt doorberedeneren dat je joy haalt wellicht wel omdat je weet dat je iets doet wat heel betekenisvol is voor mensen. Ik koppel joy vaak ook al aan impact die je maakt. Weet je, dat hoeft dan niet groot te zijn. Dat kan ook heel klein zijn voor je familie of je gezin of je buren of maakt niet uit. Maar als je impact maakt, denk ik dat je best wel gauw joy zult ervaren. Zeker. En als je joy ervaart, dan kan je heel veel verzetten, denk ik, zonder dat het heel veel moeite kost ook. Zeker weten. Je vertrekpunt moet heel duidelijk zijn. Jouw why moet heel duidelijk zijn. Want ik zie ook heel veel mensen in de entertainment industrie. Hun why is money. Kijk,
Kijk, natuurlijk willen we allemaal geld verdienen. Ik ben niet vies van geld verdienen. Maar als dat je vertrekpunt is en je verdient een keer niet, dan ga je heel snel de handdoek in de ring gooien. En dat zijn allemaal van die pap, boom, pap, boom. Die komen even en ze zijn weer weg. Heel veel mensen denken bijvoorbeeld, oh ja, J.O., ga allemaal goed en geld verdienen. Mijn eerste jaar heb ik 3000 euro verdiend. In een jaar fucking tijd, snap ik bedoel? Ik wil nu weten hoeveel mensen dat offer zouden brengen om dat te doen. Ik wil weten welke persoon zou, toen ik me uitsprak, 50.000 volgers verloor. Want het was helemaal niet populair. Het was helemaal niet leuk om te doen. Wie gaat dan nog steeds door? Wie gaat door al die dingen heen als jij geen goede why hebt? Als jouw why is geld of money of status of fame en dat ontbreekt een keer, dan gooi je de handdoek in de ring. Dus je hebt iets groters nodig. En ik denk, als je jezelf in het collectief zet, dus het gaat niet meer om ik, maar het gaat om wij. En dat kan je op elk vlak doen, hè? Een personal trainer zou nog kunnen doen, wacht even. Maar als jij een goede personal trainer bent, hè, en je kan iemand bijvoorbeeld ervoor zorgen dat hij beter gaat bewegen. Als hij beter beweegt, zit hij beter in zijn vel. Zit hij beter in zijn vel, is hij aardiger naar zichzelf. Ben je aardiger naar jezelf, ben je aardiger naar je kinderen, ben je aardiger naar je man. En op een gegeven moment red jij een huwelijk, omdat je een goede personal trainer bent. Als je zo ver kan beredeneren, dan komt er een energie in je los. Je kan niet meer stoppen. Het gaat niet om jou. Dus inderdaad, en dat, wat brengt dat? Joy. Als wij, ik denk dat we van nature willen liefhebben en ons geliefd willen voelen. En ik denk dat we dat kunnen bereiken door elkaar. Jij doet dit ook omdat je, ik weet niet wat dat is, maar wij willen zorgen of zo. Wij willen helpen van nature. Wil je gewoon. Daarom nemen mensen ook huisdieren. Ik wil gewoon iets. I just wanna, weet je veel, I wanna love something. Je wil horen van iemand van, ja, maar ik heb jou wel nodig. Weet je, dat wil je horen. Je wil je belangrijk voelen. Je wil je nuttig voelen. En als je dat kan combineren met je werk, bro, dan zit je in de sweet spot, man. Dan zit je echt in de sweet spot. Het is echt dat. Dat heb ik bij mezelf ook nooit gerealiseerd. Maar door de afgelopen jaren ben ik daar wel achter gekomen. En dat ook als je dan in zo'n tour, ja, je spreekt de mensen, die krijgen dezelfde feedback als dat je die online krijgt, hoor. Maar bij mij is het dan vaak dat ze zich even wat minder alleen hebben gevoeld, weet je. Omdat heel veel mensen tegelijkertijd luisteren en kijken. Of dat ze herkennen in het proces wat ik zelf doorloop. Ja. En dat is bijna altijd ook de drijfveer geweest van al deze projecten die we nu doen. Is, oh ja, weet je, als het mij kan helpen, als het ons kan helpen, dan helpt het denk ik uiteindelijk ook een hele hoop andere mensen. En het gevoel wat je daarvoor terugkrijgt als je iets doet, is zoveel meer dan alleen maar een persoonlijk succes behalen op een gebied. En die persoonlijke succes of die successen, ook bedrijfsmatig, zijn natuurlijk super fijn en heel belangrijk, denk ik ook. Zeker. Maar het is denk ik toch, als je het echt op de lange termijn wil volhouden, is die drijfveer. Die drijfveer moet groter zijn dan jezelf. Ja. Hij moet echt groter zijn. Je houdt het niet vol. Ik zie ze komen en gaan. Omdat ze denken, ja, maar ja, ik krijg niet goed betaald voor dit. Je brengt geen offers. Omdat je why is helemaal niet sterk genoeg. Je moet echt een hele goede why hebben. Dan breng je zoveel offers. You don't care. Ik vind het helemaal niet erg om 100 shows in een half jaar te doen. Als ik dagelijks mensen spreek waar ik zoiets heb van, oké, ik heb je geholpen. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik kijk naar mijn familie. Het boeit me geen fuck. Al moet ik er 200 doen. Doen we. En er komt een nieuwe energie in je naar boven, wat je niet kent. Als je denkt, wat de fuck, ik weet, soms vragen mensen, hoe sta jij? Ik heb geen idee. Geen idee hoe dit, nee. Ik weet het ook niet. Dus ja, je moet groter denken dan jezelf, maar zet jezelf in het collectief. Dan ontketen je een nieuwe soort van brandstof, denk ik. Ja. Hoe voelt het voor jou als jij zo'n tour, hè? Je zit natuurlijk nu gewoon in al die, ik moet daar zelf bij onszelf vaak om lachen ook. Maar je zit op al die locaties die waarschijnlijk qua visie en denkbeeld over de wereld er 300% anders in staan dan jij, zeg maar. Ja. Is leuk, hoor. Want je ziet gewoon bij de theaters waar ik nog niet ben geweest. Zo, oké, daar is hij. Ja, er gaan heel veel verhalen over mij rond. En dan is het van, oké, daar is hij. Dus je voelt dat ook. Nou, dan is het er ook nog een beetje theaterland. Is ouderwets en wit. Nou, dan kom ik. Ik ben al rebel, zeg maar, in de media, maar ik ben ook nog donker. Dus ik heb, zeg maar, alles tegen me wat ik al tegen me kan hebben. Dus heb je dit. Totdat ze de show zien. Dan is het, hey, oh. Ondanks dat ik best controversieel kan zijn, zodra ze me zien spelen, is het net alsof ze een mens erachter zien. Want je voelt, in het theater kan je meer nuance brengen. En de theaters waar ik nu, waar ik al eerder ben geweest, die doen dit. En de theaters waar ik voor de eerste keer kom, doen dit. En er zijn nog genoeg theaters waar ik niet mag komen. Prima. Maar nee, ik vind het grappig. Ik vind het grappig. Je ziet gewoon een patroon. Je ziet ze letterlijk zo binnenkomen.
En zodra ik de show heb gedaan, is het allemaal weg. Of ze zien mijn moeder, weet je wel, of zoiets. Dat is grappig. Ja, ik vind het ook? Ja, ik vind het. Wij hebben in deze tour een intro ook, voordat ik op kom lopen. En die... die eigenlijk neemt hij ons mee door de afgelopen 3,5 jaar heen. Oh, ja. Dus zeg maar start corona ongeveer een beetje. Mm. En dan van oké, dat. Een beetje het proces wat we collectief allemaal, in ieder geval voor de mensen die dit Roemer Show volgen, dat ook hebben gedaan. Dus oké, daar heel erg boos over worden. Naar meer graven. Oké, de oplossing, de weg naar binnen. Nou goed. Maar daar zitten best wel pittige fragmentjes doorheen verwerkt, zeg maar. Ja. En ik vind altijd, ik ga altijd bij het idee helemaal dood. En Roelof, die nu ook deze podcast doet, hij verzorgt eigenlijk de hele techniek voor de hele tour. Dus zonder hem had die hele tour überhaupt nooit zo plaats kunnen vinden. Shout-out naar Roelof. Maar hij zit dan voor het eerst altijd met die technici. En dan moet ze, want dan moet hij licht afstellen. En dan horen zij dus 3 of 4 keer dat fragment of vaker. En ik ga altijd helemaal stuk bij dat idee. Want dan weten ze waarschijnlijk pas echt wat er binnenkomt. Oh. Weet je wel? Fuck. Maar het idee wat ik... Want het is zelden dat daar iemand problemen over maakt. Of dat hij dat echt heel vervelend vindt. Ja. En bijna altijd nadat de show dus is geweest, spreek ik dan... Ja, Roelof nog veel meer dan ik. Maar ik spreek dan nog kort met de technici. Bedankt ze nog eventjes. En het is eigenlijk altijd super, super open. Chill. Ja. Open, ja. Aardig, lief. En wat ik dan vaak denk is... Het is zo goed dat deze mensen ook een keer gewoon... geconfronteerd worden met de normaalheid van al die mensen van ons en hoe professioneel we zijn en al die mensen die ook komen kijken, weet je wel, van liever normale mensen dat zijn. 100%. Hey, die mensen zijn eigenlijk helemaal niet zo gek. Nee, dat is het beeld. En dat is wat je net precies... Ze denken daarna van, maar het zijn mensen. Hij heeft een moeder. En zijn moeder praat gewoon normaal. En inderdaad. We zijn gewoon mensen. We denken alleen over bepaalde aspecten over het leven. Denken we anders. Prima. Dat was voorheen. Ergens is dat misgegaan. Voorheen konden wij het makkelijk met elkaar oneens zijn. Maar toen kwam, ik weet niet, de nieuwe tendens en de cancel culture en al die shit. Nu is het gewoon van, boom, dit is goed. En als jij zo denkt, ben je voor de rest ook gewoon een slecht mens. En dat is grappig om te zien dat zodra je... Oh, breek het in één keer open. Oh, hallo. Oh, natuurlijk spreken we met 2 woorden. Hallo, dankjewel. En ja, inderdaad, dat doen we. We zijn gewoon normaal, hoor. We zijn gewoon mensen. Het is grappig om te zien, ja. Ik vind het ook wel leuk. Het is zo goed ook, want ze krijgen ook gewoon de kans om even te zien. Nou, en sowieso, weet je wel. Ik bedoel, jij met hoe achterlijk veel theaters je doet. Je kan er niet meer omheen, weet je. Het zijn gewoon echt heel veel mensen. Ja. En dat is goed om te zien, want omdat mensen ook verdwalen in hun eigen bubbel. En dat komt door nu door al die algoritmes en de manier hoe we onszelf profileren online. Je ziet enkel nog alleen de dingen waar je het mee eens bent. Ik doe dat met bewust, doe ik het niet. Ik volg echt een paar mensen waar ik denk van, jij bent helemaal de weg kwijt. Maar ik moet dat blijven zien, zodat mijn wereldbeeld open blijft. Snap je? Er zijn een paar mainstream wetenschappers waar ik mee spar. En dan heb ik weer iets gezegd en dan komen ze weer. Nee, het klopt niet. Dan zeg ik, ja, maar hoe zie jij dat dan? En dat is een gezonde discussie. Omdat je anders wordt je blik heel erg narrow. En dan denk je dat de hele wereld is. Maar we leven hier samen. En dat is heel goed voor die mensen. Dat ze geprikkeld worden. Van, hey, er is nog een hele grote groep. Ik heb er wel een aantal geblokt, hoor, kan ik je vertellen. Ja, oké, je moet er een paar blokken. Maar je moet ook een beetje openlaten. Heb je sowieso gezien. Ik kwam er laatst, ik zit nooit meer op Twitter. Maar ik opende Twitter opeens. Oh nee, dat moet je niet doen. Nee, dat moet je eigenlijk nooit doen. Dat is sowieso onhandig. Heel gevaarlijk. Maar ik deed het dus. En toen zag ik dat ik getagd was samen met jou trouwens. Oh. Ja, het was namelijk onze schuld dat de Kinkoest... Hij is heel leuk. hij is echt leuk. Jawel, hij is echt leuk. Oh, weet hij dat ook alweer? Shamandriaan. Oh, nee. Ja, oké. Dat is er eentje die ik echt geblokt heb. Hij is toch geweldig. Ja? Ja, ik vind hem leuk. Ja, hij is niet goed. Maar hij is wel... laat me het zo zeggen. Ik hou van menselijke psychologie. Dus ik hoef zeg maar niet met je eens te zijn. Maar ik denk... Wauw, jij denkt zo bijzonder. Het is zo vast. Ik zie het bijna als een National Geographic ding. Dat ik iemand zo kan bestuderen van... Wauw. Wauw, oké, was dit niet hij? Nee, het was, je hebt er 3. Hij, je hebt de Sander Schimmelpenis. Oh ja, hij is ook leuk. Maar dat was hem niet. Het was, godsam, hij doet boos. Zo heet dat, kan niet zo op zijn naam komen. Tim Hofman, ook geweldige vent. Ja. Ik heb wel een paar keer met hem in de clinch gelegen. Maar had hij ons getagd dan? Ja? Ja, hij was het volgens mij. Maar nu brengt het... Nee, volgens mij wel. Ja, hij was het van zo'n artikel over dat Kinko-shirt. Ja, leuk. Ja, vond ik bijzonder. Vond ik mooi. Natuurlijk, ergens is het natuurlijk mooi dat je genoemd wordt door dat soort mensen. Maar tegelijkertijd denk ik ook echt van... Oh, man. Ja, eerst had ik dat ook. Oh, man. Nu vind ik het heel bijzonder. Hoe mensen koppelingen leggen. En hoe zwart-wit iedereen denkt. Dat is gewoon... Ik vind het heel bijzonder om te zien dat men ook gewoon hun eigen kortzichtigheid niet doorheeft.
Dat vind ik heel bijzonder. Ik heb altijd, hoe kritisch ik op alles ben, ik ben het meest kritisch op mezelf. Hmm. Ik denk altijd wel, oké, Jim, maar waar is jouw blinde vlek? Want jij moet niet denken dat je superieur bent. Ook jij bent met een bepaalde programmering deze wereld ingekomen en dat is jouw visie. Maar wat, hoe kijken andere mensen? Snap je? En ik heb met die jongen gesproken en ik weet welke je nu bedoelt. Dat is toch die gast, die Chamandriaan. Hmm. Als je met hem spreekt persoonlijk, dan zie je waar het vandaan komt. Dan denk ik, oké. Als jij echt, moet je even proberen te dan, als je echt in de veronderstelling bent dat dit de way is. Hè? En dan maakt even niks uit over welk aspect we het hebben. Maar als je echt gelooft, en dat heb ik met hem toen besproken. Hij denkt dat echt. Hè? Hij denkt echt van, nee maar, ik red mensenlevens hiermee. Dat denkt hij niet in naïviteit. Hij denkt dat echt. En als je dat echt denkt, dan denk ik, oké, maar dan snap ik waarom je zo beredeneert. Dus ik probeer mezelf uit te dagen om dat te zien bij anderen. Om langs al die hokken, weet ik wat, aan veroordelingen, wat ik krijg. Oké, maar waar kom jij nou vandaan? Omdat ik wel denk dat de mens in essentie niet slecht is. Alleen we handelen. Weet je wat het engste is? Mensen die zeg maar het slechte doen, terwijl ze denken dat ze het goede doen. Die vind ik eng. Die zijn het meest eng. Die vind ik nog enger dan mensen die slecht doen en weten dat slecht. Dat vind ik prima. Maar als jij slecht doet, terwijl je denkt dat je het juiste doet, daar zijn de meest gekke dingen mee gebeurd. Daardoor zijn mijn voorouders afgeslacht, omdat we dachten dat ze gezuiverd moesten worden van de duivel. Snap ik bedoel? Jij mag geen, de Indianen mogen geen ceremonies doen, want jullie worshipen de duivel, dus we moeten jullie afslachten. En gewoon goed voelen van binnen, die zijn eng. Die vind ik het engste. Maar sinds ik die mensen, en ik volg die gast nog steeds, en hij vlamt mij af en toe gewoon random op zijn pagina, weet ik veel. En dan denk ik, wauw, bijzonder. Of hij had me toen getagd in die kinkhoesje. En dan reageerde ik eronder, alleen samen. Ja, ik vind, kom, let's go. I don't care. Ja, ik heb er ook iets bij de hand op gereageerd. Maar ja, sommige mensen denken dan wel weer, want ik vind het altijd een goede manier om naar te kijken. En je hebt ook gelijk. Dit heb ik me ook wel gerealiseerd, weet je al. Hoe meer je kunt uitzoomen, met hoe meer compassie je ook naar dat soort situaties kunt kijken. En dan realiseer je ook ergens, iedereen bedoelt het niet iedereen, maar het grootste gedeelte van de mensen bedoelt het natuurlijk ergens goed. Ja. Alleen ja, tegelijkertijd, en ik weet niet hoe jij dat ziet, maar mijn eigen proces door die coronaperiode heen, ik kan me er wel in herkennen hoe zo'n Chamandriaan zich opstelt. Ja. Ergens, want toen in het begin corona was het natuurlijk ergens ook zo dat je dacht, oké, fuck, de hele wereld gaat naar de tyfus. Mm-hmm. En wij moeten er een stokje voor steken, zeg maar. En als je daar dus in de weg voor ligt, ben je dus per definitie degene die dus niet aan de goede kant staat. Zeg ik dat goed zo? Ja. Ja. Dus ik begrijp zijn beredeneringen, begrijp ik helemaal. Ik ben het er niet mee eens, maar nee, ik begrijp het wel. En uiteindelijk ben ik hier om te begrijpen, niet om begrepen te worden. Ik moet gewoon voor mezelf een completer mens worden. Want uiteindelijk, als ik soms naar zo'n gasten kijk, dan denk ik, heb ik hem ook laten. Ik zeg, ben je eigenlijk gelukkig? Ben je echt gelukkig? Weet je wel, als je gewoon opstaat, ben je ook content met hoe je bent? En vaak schort het daar. Snap je dat ze. En dan denk ik, oh man, dat is eigenlijk best wel zielig, man, dat je zo opstaat. En ik hoop dat je je ooit weer beter gaat voelen. Want ja, je kan zeg maar geen vrede scheppen in de wereld als er een oorlog woedt in jezelf. Dat gaat niet. En ik ben daardoor ook heel stuk kalmer geworden. Ik denk, ja, maar als ik het goede voorbeeld, maar ik moet wel eerst, alles hier moet ik oké zijn. Mm. Snap je? En zodra je dat kan opbrengen voor je medemens, ja, is weer een stukje rust. Want het komt wel ergens vandaan. Als iemand je zo aan zit te vallen en op een gegeven moment ben je eng en op een gegeven moment zit je in een gesprek en je komt erachter. Oh man, ik zie, je bent echt ongelukkig, man. En dat gun ik je niet eens. Ik gun helemaal niet dat je zo ongelukkig bent. Je wordt wakker en je denkt meteen, wat de fuck is er mis met de wereld? Als dat je eerste gedachte is. Je bent vader, je hebt ook een kind. En hallo, er zijn echt leuke dingen ook hier. Hè? Er zijn hele leuke dingen waar je naar kan kijken. En als je dat niet ziet, dat er ook hele leuke dingen zijn, dan komt weer compassie. Dan denk ik, Maar dat is het natuurlijk, ook als je terugkijkt. Ik bedoel, als ik bij mij kijk, ook al zou de intentie misschien goed zijn geweest, maar uit welke plek komt het eigenlijk echt voor dat je er zo stellig, zo zwart-wit in bent, zo ongenuanceerd in bent? Weet je? Dat is toch vaak, denk ik, uit een soort onveiligheidsgevoel in jezelf, wat je projecteert op de ander. Ja. Dat als de ander anders gaat kijken, dat je dan je wat meer veiligheid in jezelf ervaart. Maar dat is natuurlijk nooit in het externe de oplossing ergens. Zeker niet. Heb je dat nu, dat je, als je nu terugdenkt aan jouw rol en vibe, hoe je hebt gepositioneerd in die tijd, denk je dan nu, oké,
had ik anders kunnen doen, maar kijk je er nu anders naar de Joran van toen? Ja, ik zou het niet anders willen doen. Nee. Want ik denk wel, ik denk ergens, het heeft ook voor heel veel mooie dingen gezorgd. Zeker weten. Ja. Maar ik zie wel met terugwerkende kracht hoe ik ben geweest in die periode. Ja. Ook zeg maar naar mensen in mijn directe omgeving toe. Het was niet heel tolerant meer naar wat iemand... My way or the highway. Eigenlijk wel, ja. En ik denk wel, ik zie wel uit welke... Het is wel uit een pijnplek voortgekomen. Ja. En of ik nou gelijk had of niet, maakt dan niet zoveel uit, weet je wel. Dat doet er denk ik niet toe. Alleen ik denk wel dat in het begin het uit een bepaalde pijnplek kwam. En ik dat op een gegeven moment, naarmate ik eigenlijk meer... ook naar mezelf ging kijken, ja. dat eigenlijk wel veranderde. Dat ik daar ook wel kon zien, dat ik daar wat meer compassie naar de buitenwereld kon kijken. En toen dacht ik, volgens mij is een switch in die mindset uiteindelijk nu voor waar we heen willen ook beter voor mezelf en voor de mensen om me heen. En denk ik wel dat ik het hele zwart-wit en dat ongenuanceerde wel uit een bepaalde plek kwam. Ja, ja. Ik heb precies hetzelfde. Als ik af en toe filmpjes van mezelf zie, hoe boos ik was op de wereld. En dan gewoon graven waren we. En dan, mijn oma zat gewoon opgesloten. En die kwam ik niet bij. En die was dement. En ja, gewoon zulke dingen. Dat ik snap precies waarom je zo boos was. En ik denk dat het een goed ding is. Als je naar beelden van jezelf van 2 jaar geleden kijkt. En niet een klein beetje ongemakkelijk wordt. Dan is er geen groei geweest. Ja. Snap ik bedoel? Als je nog kijkt van, ja man, dat is de shit. Dan gaat het ergens niet goed. Ik heb dat met mijn comedy shows nog. Ik moest gisteren mijn eigen comedy show kijken. Die gaan we daar een keer releasen. Dat is die van vorig jaar. Dan denk ik, fuck is dit? Dat is goed. Dan zit er groei in. Dus je moet een beetje zo ongepolijst, ruw. Dat het hoort er ook bij het proces. En over 5 jaar hebben we het over dit gesprek. En denken, waar waren we toen mee bezig? Ja. Dat is goed, denk ik. Jawel. Is groei... moeten we dat eigenlijk met z'n allen? Is dat een soort van doel van ons bestaan hier? Als we kijken naar de natuur wel... Er is geen enkel eikeltje die zegt van ik hoef niet per se een boom te worden. Dat gaat gewoon gebeuren. Dus ik denk dat, maar je moet groeien, je moet het relatief zien. Wat is groei? Ik denk wel dat ontwikkeling een doel is van dit bestaan. Dat we niet blijven stilstaan op de plek waar we nu zijn. What you don't use, you lose. Uiteindelijk als we dingen niet gaan gebruiken, dan gaat het weg. We hadden vroeger volgens mij een staart of zo. Ik veel, zeg maar wat. Ik denk wel dat ontwikkeling... erbij hoort. Jawel, dat denk ik wel. Ik denk niet dat we voor eeuwig hetzelfde moeten blijven. Denk ik niet. Nee. Maar ik denk dat je focus wel verandert. Dus wat je nu heel erg leuk vindt, kan je over 5 jaar misschien niet meer leuk vinden. En als je dat merkt, dan moet je het wel durven los te laten. Dus niet per se geforceerde groei. Van nee, ik moet dit, dus dan moet ik ook doorgaan. Nee. Dus denk ik gewoon constant luisteren naar het innerlijke kompas. En ik denk dat het innerlijke kompas wel wijst naar ontwikkeling. Denk ik wel. Dat is wat alle organismes doen volgens mij. Ik zag het laatst in een comment onder een podcast waar ik bij was aangeschoven. En die persoon zei... Ik zou wel eens een compilatie willen maken van wat Joran toen zei en nu zegt. En als punt soort van dat ik iedere keer wat anders zeg. Ja. En toen dacht ik, precies in wat je nu zegt. Ja, ik ben daar blij mee, man. Dat is goed. Oh, dat moet toch? Waarom zijn we de hele tijd... Nee, mensen vinden dat ook een raar iets, zeg maar. Dat jij... Ja, maar toen zei je dit. Ja, maar ik ben die persoon nu toch niet meer? Ik bedoel, hallo. Als je mij 5 jaar geleden in mijn vriendengroep zag... Ja, die zijn er nu allemaal niet meer. Dat is toch prima? We hebben toch een proces van transformatie? Je gaat toch ook niet tegen een vlinder zeggen... Ja, maar je was toch eerst een rups? Ja, inderdaad. Nu niet meer. Ik vlieg. What the fuck? Nee, hoe... Dat is raar. Je kan niet de hele tijd hetzelfde zijn. En wat mensen ook niet kunnen verkroppen, is dat je 3 jaar geleden dit riep en nu denkt, nee man, ben het daar niet eens meer mee eens. Nu vind ik dit. Ja, maar je. Dan komt weer dat hokje waar ze niet meer uit kunnen. Van, maar je zei toch dit. Ja, en? Toen zei ik dit. Ik heb geleerd, ik ben gegroeid en nu vind ik dit. Het zou heel raar zijn als ik een compilatie krijg van mijn leven en dat ik gewoon 40 jaar hetzelfde zeg. What the fuck ben ik dan hier aan het doen? Ja. Nee joh, ga je toch gewoon niet tegen een baby zeggen? Je kroop eerst, waarom loop je? Hou op man, stond erop, dat is een raar argument. Het is wel mooi ook wat je zegt over, in jouw geval dat je vrienden, dat je nieuwe vrienden hebt ontwikkeld na ten opzichte van 5 jaar geleden. Ik denk ergens ook, dat realiseerde ik me een tijdje geleden ook, weet je wel. Zeker in het begin corona, dan zeg je bepaalde dingen, ga je daarvoor staan, daar haken mensen op aan.
En ik zie dat soort van metaforisch voor überhaupt een leven. En op een gegeven moment ontwikkel jij je, ga je een bepaalde richting op. En dat zullen dan niet iedereen die om jou heen staat, zal dat begrijpen. Weet je wel? Die haken dan misschien af, maar daardoor krijg je weer nieuwe mensen erbij. En zo is het een soort van proces wat nooit stilstaat of zo, denk ik. Dat is oké. Ik heb dat met sommige mensen, toen ik in de corona begon. Die mensen komen bijvoorbeeld naar de afgelopen show of naar deze show. En die vinden mij te soft. Waarom ben je niet meer dit en dit en dit? Dan zeg ik, ik doe wat ik voel. Hè? Ik voel nu dit. Dit is wat ik graag wil bespreken. En dan haken bijvoorbeeld mensen af. Vroeger was hij een stuk radicaler of weet ik veel wat. En die willen dat nu niet meer. Maar dat is oké. Omdat ik moet mij zijn. En wie haak daarop aan? En dat heeft niks met entertainment te maken. Het heeft ook in je vriendengroep of in je familiesfeer te maken. Je moet jij zijn. Wie haak daarop aan? Dan is het oké, want anders ontwikkel je dadelijk een persona waar iedereen dol op is. En die hebben die persoon van mijn vrienden, maar jij bent dat niet. Ik word liever gehaat voor wie ik ben dan geliefd voor wie ik speel. Dat wil ik niet. Ik wil mij zijn en daardoor verlies je dus mensen. Maar bijvoorbeeld nu met mijn nieuwe show, daar maatschappelijk kritisch. Er zitten zeker dingen in, maar dat is niet de boventoon. We hebben het over meaning of life en de essentie. En wat doen we hier eigenlijk? En zijn we het allemaal aan het verneuken hier? Of is dit wat we altijd al hebben gedaan? Weet je wel, dat soort dingen hebben we het nu over. We hebben het over de dood, we hebben het over het leven. Sommige mensen gaan erop aan. Andere mensen gaan er helemaal op uit. En dat moet, want ik moet mij zijn. En daar moet ik mensen aan aantrekken. Dus ik denk dat dat een natuurlijk proces is, ja. Denk je dat je dan daardoor ook wat meer de verbinding kan maken naar mensen die bijvoorbeeld op je zijn afgehaakt ook door het hele coronaverhaal? Ja, zeker. Of mensen die eerst niet de weg naar jou weten te vinden, hierdoor wel doen? Zeker weten, ja. Je hebt er sommige mensen die zeggen, nu kan ik mijn familie meenemen, want je bent niet meer zo. Dan denk ik, prima, ik ben gewoon mij. Jij tuned alleen nu in op deze boodschap, maar dat zei ik 3 jaar geleden ook al. Alleen toen hadden we een wereld gecreëerd waar dat niet mogelijk was. Want nu kan je ook weer, ik merk als ik nu maatschappelijk kritisch ben, dat mensen meer lachen dan 3 jaar geleden was het of superleuk of nee. Die nuance begint nu ook wat meer. Hè? Er zijn nu, het is altijd toch na de oorlog en het verzet, nu zijn heel veel mensen zeggen inderdaad was inderdaad ook gek. Als ik 3 jaar geleden zei avondklok was echt debiel, nu geven ze me gelijk. Toen niet. Toen was het nodig. Toen mocht ik geen Skittles kopen na 9 uur. Want ik weet niet waarom. Snap ik bedoel? Dus dat gebeurt nu ook. Mensen durven weer iets meer. Het is wat cooler. Maar je was in het heetst van de strijd. Was je erbij. Het was helemaal niet cool. In het begin. Nee. En daarna draaide het narratief een beetje. En toen gingen steeds meer mensen cool doen. Maar in het begin was het helemaal niet leuk. Totaal niet. Nee. Maar dat is oké, toch? Dat is oké dat. Maar toch nooit getwijfeld of ik het wel of niet moest doen of zo? Ik ook niet. Nee, heb ik ook nooit gehad. Niet eens een kleine twijfel, niet eens een beetje. Ik wist precies wat me te doen stond. Bijna alsof je er klaar voor gestoomd was van oké, nu, let's go. Dat is wel mooi, toch? Aan vind ik, aan dat soort momenten in je leven waarin je gewoon zo diep in je kern getroffen wordt, dat je het gewoon even zonder twijfel gewoon weet. Maakt niet uit hoeveel of maakt wat. Maakt niet uit. Nee, klopt. En dat kon je alleen volhouden als je het echt wist. Als je het echt van maakt mij niks uit. Ik heb gesprekken gehad. Jay, is het wel handig? Moet je dit? Boeit me niks. Met mijn management van, boeit me niks. Ik gooi alles overboord. I don't fucking care. We gaan dit gewoon doen. Of je gaat mee of niet. Maar ik ga sowieso. Geen moment getwijfeld. Denk je dat een deel van je succes ook een energetische beloning is voor het zo concessieloos blijven staan voor waar je in gelooft? Mooi hoe dat formuleert. Heb ik nooit over nagedacht eigenlijk. Ik weet in ieder geval wel dat wat je zaait, dat oogst je. Alleen wat ik je dan zeg, dat zaaien voelt voor mij als gewoon, als de buschauffeur die zijn werk doet, laat me zo zeggen. Het voelt voor mij niet zo, omdat het. Ja, maar dit is gewoon. Zelfs alsof je de buschauffeur gaat bedanken van. Hey, dankjewel dat je me op de halte hebt afgezet. Ja, maar ik ben de buschauffeur. Dat is wat ik doe. Ik ben op deze manier gewired. Dus het zou kunnen. Alleen soms heb ik moeite met dat ontvangen, omdat het me niet heel veel moeite kost. Denk, I'm just doing me. Ik doe gewoon dit wat ik moet doen. Maar het zou wel kunnen, Het zou wel kunnen. Maar ik wil daar niet te veel aan denken, want ik wil laag op de grond blijven. Ik wil niet
zweven of zo. Dus nee. ik wil niet doen alsof ik dit allemaal verdien. Ik doe gewoon wat ik moet doen. Nou, maar ik vind het wel, dat is heel goed dat je het zegt hoor. Maar ik vind het ook wel waardevol om het in ieder geval in jouw situatie wel uit te spreken. Omdat ik wel denk dat je een voorbeeld bent voor veel mensen. En ik ook wel ergens denk dat... kijk, mensen hebben natuurlijk geen idee, kunnen ze geen voorstelling bij maken wat het is om zo'n situatie die voor jou te verkeren, weet je wel. Je voelt moeiteloos aan de ene kant, maar ik denk als je nu terugkijkt op de afgelopen 3 jaar... dat je ook echt voelt hoeveel weerstand je hebt moeten incasseren. Ja. Wat je allemaal hebt moeten moeten incasseren eigenlijk. Welke drempels je over bent gegaan, wat voor een bijna onnatuurlijke shit je hebt moeten doen. Ja. Om te kunnen blijven staan waarvoor je staat. En ik vind wel, in mijn eigen situatie toch althans, en ik denk ook bij jou, is dat als je daar dus lang genoeg bij blijft op een gegeven moment daar echt voor gaat staan, dan word je op een bepaald moment, word je ervoor beloond ook tegelijkertijd. Ja. Nee, daar geef ik je 100% gelijk in. En daar ben ik nu wel wat meer bewust van. Want kijk, in die tijd, toen ik op de barricade stond, de mental breakdowns en het verdriet wat ik heb gehad van mijn carrière die ik zag verdampen, dat heb ik wel moeten dragen in mijn eentje. Dat was niet dat iemand me daarbij hielp of zo, dat ik bij mijn zus instort, dat ik problemen kreeg met mijn kop en dat soort dingen. Ja, dat heb ik allemaal moeten dragen. En nu gaat het dan beter. Nu heb ik wat minder kopzorg op dat gebied. Dus het zou wel een beloning kunnen zijn. Maar wat ik je zeg, ik wil het voor een deel accepteren. Maar voor een ander deel denk ik, nee. Want ik moest dit gewoon doen. Dit is gewoon mijn taak. Tuurlijk. Snap je? Dus ik heb die hele diepe dalen gehad. Maar ik heb ook echt hele mooie pieken gehad. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind het... Hoe voelde dat dan voor jou eigenlijk? Toen je, want je hebt dus wel blijkbaar op een bepaald moment een realisatie gehad van... Oké, als ik hiermee doorga, dan gooi ik eigenlijk mijn zuurverdiende carrière, zeg maar, overboord. Ja. Of niet? Is dat dat is een punt geweest, ja, zeker. Dat is gepaard gegaan met heel veel verdriet. Omdat ik mijn hele leven zoekende ben geweest wat ik graag wilde doen. Ik ben begonnen als militair. Ik eindigde als boekhouder. Er zat geen logisch verband. Het was gewoon een jongetje die zoekende was. En niet wist wat hij wilde doen met zijn leven, zeg maar. En toen had ik het eindelijk. Theater, dat is het. En ik begon in 2019. 2020, ik heb 3-4 maanden getoerd. Ik begon september 2019. En maart 2020 moest ik alles afzeggen. Of toen werd alles afgezegd. Het leek alsof je net vaste voet hebt. En in één keer trekken ze gewoon alles weg. Dus ik viel in zo'n groot zwart gat. Want ik dacht, ja, maar ik heb het toch nu. En het voelt zo goed. En dit was de eerste keer in mijn leven dat ik iets voelde van... Maar dit moet ik doen. Ik wist nooit wat ik moest doen. Weet je, ik ging altijd maar... Weet ik veel, ik kon goed sporten. Maar dat was het dan ook. Maar voor de rest kan ik ook niet zo heel veel. En dan heb je eindelijk wat. En dan verdwijnt alles. Ja, jongen, ik zat echt in een zwart gat, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. En dan nog steeds met een smile op die filmpjes... verschijnen, maar nee, dat was geen leuke tijd. Absoluut niet. En ik deed me ook nog zelf aan, dacht ik op een gegeven moment. Ik denk, hou je snater dan ook gewoon? Maar dat kon ik ook niet. Dus ik had zo'n intern conflict met... Mijn carrière ligt hier. Maar mijn ziel zegt dit. Ja, waarvoor ga ik nou luisteren? Ik moet naar die ziel luisteren. En daar, boom, daar ging mijn carrière. Dat heb ik in mijn show ook gezegd. Van ik mag de hele wereld verliezen als ik mezelf behoud. En dat is heel moeilijk, omdat... theoretisch te zeggen en het te praktiseren. Theoretisch kunnen heel veel mensen dit zeggen. Maar praktisch, echt het doen, dus ook zeggen van hier, Jay, hier is een deal. Ha, je kan nu dit krijgen, maar daarvoor moet je dit doen. En dan zeggen, fuck you, ik doe het niet. In de wetenschap, want je weet hoe het toen was. We wisten niet dat dit weer voorbij ging en allemaal. Nee, dit was de wereld, hier gaan we naartoe. En... daar heb ik mezelf wel echt leren kennen. Nu weet ik wel, I will back my shit up. Ik ga het echt doen. En nu, ja, dat heeft wel een nieuwe kracht in mezelf ontlokt. Als ik heb mezelf nu leren kennen. Je leert jezelf kennen als je echt geen opties meer hebt. Ja. Ik heb heel vaak concessies kunnen doen. En ik heb het nooit gedaan. Never nooit. En nu pluk ik daar misschien de vruchten van, ja. Moest je eerst accepteren dat de carrière zoals je hem voor je zag, dat die voorbij was? Ja. Ik dacht... ja, dit is het dan toch niet, blijkbaar. Ik hoor hier misschien toch niet helemaal. Want ik vond het al moeilijk, zeg maar, om een beetje aan te passen aan dat mainstream gedoe. En lachen wanneer ik moet lachen. En dat vond ik al een beetje lastig. En toen kwam dat. En toen dacht ik, ja, oké.
dan is het dit ook niet. Gelukkig heb ik alle beelden nog. Ik ben gewoon nog gevolgd in die tijd. En tot ik ja, misschien moet ik iets anders. Oh, dan ga ik dieren verzorgen. Dat vind ik heel leuk. En toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen om te kijken of ik dat echt leuk. En dat vond ik heel leuk. En dan heb ik gezegd, ja, oké, dan wordt dit het, denk ik, dan. Maar wel echt besloten van, ja, oké, dan is dit het niet. Prima. Blijkbaar is het er nu toch geworden. Maar ik durf wel mezelf in de ogen aan te kijken dat ik had dit echt overboord gegooid. Als dit, dan fuck it. Nou, maar dat is, ik vraag dit omdat het enerzijds herkenbaar is, maar aan de andere kant volgens mij, kijk, je hebt op een gegeven moment dus dan, als je het niet accepteert, blijf je ergens dus ook energetisch aan verbonden. Ja. Blijf je ervoor strijden op een bepaalde manier. Als je het niet helemaal kunt loslaten, word je denk ik ook verbitterd. Ja. En dan sta je op een andere manier erin. Ik denk dat ook heel veel mensen dat hebben ervaren de afgelopen 3 jaar. En eigenlijk daar nog steeds in zitten. Ergens niet volledig kunnen accepteren dat het gebeurd is de afgelopen 3 jaar. Dus niet volledig kunnen accepteren dat wat daar echt de consequenties van zijn geweest. Dat niet willen doorvoelen of niet kunnen doorvoelen of whatever. En dus nog steeds in diezelfde energie hangen van die boosheid en van die strijdlust, zeg maar. Helemaal. Dat is de art of detachment uiteindelijk. Hè? Je hebt nergens recht op hier. Hè? Je leent alles hier. Je huurt alles hier. Je gevoelens, je carrière. Elke ding is niet van jou. Dus je moet ergens moet je jezelf kunnen loskoppelen van alles wat je zogenaamd bezit. Of dat nou je vrienden, familie, partner, carrière is. Je huidige staat, je emoties. Het is allemaal niet van jou. Het komt en het gaat. En als je zo in het leven staat, dan wordt het een stukje makkelijker. Want als jij, het enige constante aan dit leven is verandering. Dus als je daar tegen ingaat, dan ben je letterlijk in gevecht met het leven. Als jij een solid base zoekt, dan is je hele fucking leven een strijd. Alles gaat fluctueren. Je relatie, je staat van zijn, je geld, je roem, je kijk op de wereld, je fitheid, alles is vergangbaar. En dat moet je wel echt als fundament pakken. Als er dan een keer iets verandert, oh ja, maar het was sowieso niet van mij. Prima, het was al niet van mij. En ik denk dat mensen, als je dat niet realiseert, dan klamp je je gewoon vast. Ja, en plus, ik wil dat het hetzelfde blijft. Ja, precies. Ja, en zodra je het accepteert natuurlijk, dan komt natuurlijk over ruimte. Al is dat energetisch om jezelf te focussen op of iets anders of op een andere manier. En uiteindelijk, in jouw geval, wordt het alsnog zo. Maar waarschijnlijk op een manier zoals je het nooit had gedacht dat het zo zou zijn. Nee, je moet het niet limiteren. Jij bent niet under control. Hè? Jij bent een passagier hier. En ja, enjoy the fucking ride. Maar laat het open. Zodra we gaan kaderen, zeg van ja, maar this is it. Dan stroomt er toch niks meer. Misschien ligt er een heel ander pad voor je klaar, wat je helemaal niet weet. En dan ga je jezelf limiteren. Ja, nee, maar ik hoor dit te doen. Punt. En dan is het alsof je een schilderij hebt en je maakt echt die kaders eromheen. Maar dat is het dan. Nee, open. Prima. Oké, ik word geen comedian. Oké, wat word ik dan? Dier of zo? Oké, ja. Goed, prima. En nu ben ik het alsnog geworden. Prima. Maar als ik het had gekaderd, nee man, the art of detachment. Ontkoppelen van alles wat je denkt dat van jou is. Want het is een illusie, niks is van jou hier. Niks. Ja. Dat succes, want je bent nu dus alsnog comedian geworden. En volgens mij op dit moment de succesvolste misschien wel van Nederland. Ik zag dat je op Insta dat je een prijs van wat was het? 25.000 tickets of zo? Dat was 25.000, ja. 25.000, ja, ja. We gaan nu richting Platina. Waarschijnlijk gaan we die ook nog halen dit jaar. Dus dan wordt het al 50.000. Ja. Dus dat is zeg maar zoveel tickets voor dezelfde show verkopen? Ja, 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 ja. Ja, zeker. Ja, dat gaat heel erg lekker. Ja. En dan hoor je in een lijstje thuis wat niet zeg maar elke comedian heeft kunnen presteren, of wel? Nee, zeker niet. Nee. Ja, dat had ik sowieso ook met de Ziggo. Dat is er maar eentje. Dat is Najib Amali, die heeft dat geflikt. Ik zat naast hem in naar jouw show te kijken. Oh, hij was daar. Ja. Oh ja, hij was daar toen, ja. Ja, ja dus, nee, klopt. Het is nu wel, het gaat niet slecht met de carrière, laat me het zo zeggen. Het gaat behoorlijk goed, ja, ja, ja. Maar wat doet het met jou dan als je zo realiseert dat je toch in dat lijstje staat, zeg maar. In dat lijstje waar waarschijnlijk alle gasten die zelf in dat lijstje staan jou liever niet hadden gezien. Ik weet niet of dat klopt. Misschien zeg ik dat niet helemaal. Nou, er is een gezonde concurrentiestrijd overal natuurlijk. Hè? Die is er overal. Er zullen altijd comedians zijn gewoon op dat. Niet eens comedians. Op elk vak heb je een soort van gezonde concurrentiestrijd. Alleen, ik weet, er is niemand zoals mij. Dat is er gewoon niet in Nederland. En überhaupt op de wereld is er maar één persoon
zoals mij. En er is niemand die de comedy maakt zoals ik hem maak, met een stukje diepere laag erin. Veel van de comedians zijn gewoon moppetappers. En ze hebben niet echt iets te vertellen. Dus ik concurreer met niemand. En daardoor ben ik, denk ik, zo goed geworden zoals ik ben, omdat ik mijn eigen lane heb. En vaak kijken comedians kijken van, oh, wat is in? Oké, dat ga ik ook proberen te doen. Dat doe ik niet. Dit is Jay. Me versus me. En dat ik dan nu doelen haal waar ik alleen maar voor mocht dromen, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar ik weet ook, er is niemand die dit gaat doen zoals ik dit ga doen. Dus er is er eigenlijk geen, voor mij is er geen concurrentie. En ik weet dat er een paar aan de maan aan het kijken zijn. Die denken, ja, teringleier. Maar prima, dat is goed. Dat houdt me ook gedreven. Maar inderdaad, ik had nooit gedacht dat ik, zeg maar, in dat rijtje thuis zou horen. En helemaal niet 2 jaar geleden. 2 jaar geleden dacht ik, het is klaar. En nu zie ik die gasten wat me eerst afschreven. Die zijn nu gewoon bij mijn spieken. Hmm. Dat is ook wel lekker ergens. Nou, en ik kan me nog herinneren, want volgens mij, toen jij, heb jij ook auditie gedaan voor de toneelschool, of niet? Ja, klopt. Ja, 2000, ik was in ieder geval 16 of 17. Maar ben afgewezen op de toneelschool. Ja, precies. Ja, was leuk. En ik vind, Jan Dino's verhaal lijkt daar natuurlijk ook al een beetje op. Hè? Die hebben ook tegen gezegd, ja bro, je gaat het gewoon niet successen mee, maar het gaat hem niet worden. En vervolgens ga je het gewoon helemaal zelf doen. Ja. En kan je naar iedereen de middelvinger opsteken. Is dat een grote drijfveer ook, dat mensen dan tegen zeggen, nee, lukt je niet? Ja, je voelt het wel, toch? Je voelt van, wauw. Ik denk nog steeds wel van, ja, het is wel een drijfveer. Het is niet de drijfveer, maar je voelt wel die stemmetjes van al die mensen die zeggen, je gaat het niet redden, je gaat het niet lukken. Ik weet dat Kevin Hart tot op de dag van vandaag elk jaar een grote kartonnen Kevin Hart naar zijn oude docent stuurt, omdat die docent had gezegd dat hij het niet ging halen. En elk jaar krijgt hij zo'n grote Kevin Hart met allemaal flessen wijn en weet ik wat. Bam, I made it. En dat doet hij elk jaar. Dus dat ik denk dat veel mensen dat voelen van, vertel mij dat ik het niet kan, ik ga het je laten zien dat ik het kan. Moet niet de drijfveer zijn, want uiteindelijk moet de drijfveer innerlijk zijn. Je moet het voor jezelf doen. Maar het is wel lekker. Ik vind het heerlijk als ik nu naar die gasten kijk. En ik weet wat ze over me allemaal aan het vertellen zijn. Ik hoor het gewoon in de wandelgangen. Iedereen zit te babbelen over Jay. Ik vind dat wel lekker. Ja, ik ga er wel goed op. Ik vind het prima. Praat. Maar ik ga dat nog laten zien. Ik ga het gewoon laten zien. En dan snoer ik je de mond gewoon met de awards die ik binnenhaal. Want dat is het, hè. Ik denk dat namelijk, ik vind het ook zo'n goede manier om het te benaderen. Want er zijn natuurlijk, weet je wel, als jij in je leven, zul jij zeker als je dicht bij jezelf gaat zijn, als jij dingen gaat doen die goed zijn voor jou, weet je wel, daarmee, eigenlijk wat je daarmee al doet, is al zo'n daad van rebellie bijna, dat je omgeving er per definitie van wat gaat vinden. In ieder geval veel mensen van je omgeving gaan er wat van vinden. En het is, dan kan je denken, oké, ik trek me daar wat van aan. Of kut, misschien hebben ze wel gelijk, of weet ik het wat. Maar of je turnt hem, net zoals jij doet. En je zegt gewoon, oké, jij zegt dat ik het niet kan. Ik ga jou echt keihard laten zien. Keihard laten zien dat ik het wel kan. En dan niet per se om het in zijn neus te wrijven. Maar wel gewoon van, ja, het is mooi om het als brandstof te kunnen gebruiken, toch? En iedereen gelooft pas in je als je het hebt laten zien. Hè? En dat is ook weer een stukje mens eigen. Toen ik zei dat ik begon met die filmpjes, zeiden heel veel mensen van, ja, het wordt helemaal niks. En na 2 jaar zeiden ze, oh, ik ken hem van die filmpjes. Ja, ik kon hem al voordat hij begon. Dus mensen hebben ook, zeg maar, een track record nodig. Van, ja, maar je zegt nu wel iets, maar jij gaat dat helemaal niet redden. Maar zodra je het hebt gered, dan gaan mensen je prijzen. Van, ja, inderdaad, man, ik zei het je toen al. Dus mensen, dat is ook een beetje mens eigen. Dus je moet, als jij groot droomt, moet je wel accepteren dat mensen je gek gaan noemen. Je moet voor veel mensen gek zijn, vind ik. Dat moet je kunnen accepteren. Mensen gaan je niet geloven totdat het je het laat zien. Van, hey, zie je? Oh ja, oké, nu geloof ik je. Maar je mag, ja, dat moet je gewoon wel in je systeem hebben. Heel veel mensen gaan je gewoon voor gek verklaren totdat je het doet. Ja. En dan gaan ze je prijzen daarom. Prijzen, maar ik denk ook dat je, dat zie ik ook nog wel eens voorbij komen, dat mensen dan zitten te bitchen op bijvoorbeeld dat je nu geld verdient. Oh ja, heel raar is dat. Want ze waren niet aan het bitchen toen ik blut was. Toen was het oké, dan vinden ze het leuk. Oh ja, je bent zo humble. En nu verdien je geld en dan is het van, je bent hoogmoedig. En maar waar was jij toen ik helemaal niks had? Jij was daar niet. Ik was in mijn eentje daar. Ik moest die afspraken afzeggen, want ik kon niet tanken. Jij bracht me niet. En nu, in één keer, gaat het wat beter. En dan wil je nu wel zeggen, nee, dan moest je toen ook helpen. Dus ja, maar I don't care about that, man. Boeit me geen fuck, want jullie waren er toch niet.
Wie was er toen? Nu heb je iets te zeiken. En tot op de dag van vandaag kan je niet in mijn wereld overleven. Jij zou niet doen wat ik doe. Jij zou niet deze work effort erin stoppen. Dat zou je helemaal niet doen. Dus jij overleeft het helemaal niet in mijn wereld. Dus waarom zou ik credibility geven aan jouw woorden? Jij overleeft het geen dag hier. Dus ook dat kan ik best makkelijk relativeren. Ah, jij was er helemaal niet toen ik aan de grond stond en een jongen was met een droom. Zonder geld, zonder iets. Ik stond gewoon daar in mijn eentje en ik zei, ik ga het maken. Als ik af en toe die filmpjes van mezelf kijk, denk ik, waar de fuck haal jij je zelfvertrouwen vandaan, kerel? Want dat slaat helemaal nergens op. Ik had 2 shows gedaan. En ik heb gewoon, ik ben bezig met een docu. Je ziet gewoon 2019, ik heb echt mijn 2e of 3e show in de camera. Ja, alle grote comedians, ik kom eraan. Blablabla. Ik denk, waar de fuck dacht jij dat je was, kerel? Maar ja, nu is het gelukt. Maar toen was er niemand. Dus I don't care. Het boeit me niet. Zei ik wat je wil. Zei ik over dat ik geld verdien. Het boeit me geen fuck. Waarom hebben de mensen dat trouwens? Wat is dat? Vind ik een... daar heb ik ook lang over nagedacht. Het is natuurlijk ook... Het lijkt wel dat op het moment dat jij... ook ervoor staat dat je ook echt iets goeds wilt doen voor de wereld, zeg maar. Voor de mensen, voor de wereld. Dat daar bijna inherent aan gekoppeld wordt. Dat dat niet gepaard mag gaan... Met geld verdienen. Want ik denk, ik weet wat ik denk? Ik heb een beetje het idee dat wij door hoe geld eigenlijk misbruikt wordt en is geworden altijd door de elites, door de grote bedrijven, weet je wel, de overheid die geld bijprint. En ik denk wel dat er op de manier hoe wij nu met geld omgaan, dat er ook een hele hoop mee mis is. Zeker. Maar het wordt zo in verband gebracht bijna met dat money the root of all evil is. Ja, man. Terwijl dan ga je natuurlijk voorbij aan dat de root of all evil, als dat al bestaat, money misbruikt daarvoor, weet je wel. Dus ja, het is niet het geld wat dat per se is. Maar ik denk wel dat dat in mensen hun perceptie is gaan zitten. Dus op het moment dat je iets goeds doet, kan je natuurlijk eigenlijk niet geassocieerd worden met iets wat heel slecht is, zoals geld. Ja. En ik heb ook lang dit geloofd. Hè. Ik heb letterlijk een tattoo op mijn lijf staan met money is the root of all evil. Zo ben ik begonnen. Ja, man. En ik moet nu, ben ik nog steeds mijn programmering van geld, ben ik... aan het herschrijven, want ik heb dat soms nog steeds last van. Ik ben opgegroeid zonder geld. Dus bij ons was elke instantie, de overheid, de elite, daar hadden wij altijd, maar dat zijn die gasten met geld, fuck hun. Hmm. Zo ben ik letterlijk opgegroeid. Totdat ik zelf mijn geld gaan verdienen, denk ik, maar waarom ben ik niet evil? Er klopt nog iets niet. Ik heb nog niet genoeg geld, want ik ben nog steeds niet evil. Het klopt niet. Maar ik snap dus de programmering. Alleen, het is niks van waar. Geld is neutraal. Je kan, net zoals een wapen, is ook neutraal. Het is de persoon achter de trekker, die is dodelijk, ja of nee. Ik bedoel, je kan met een mes kan ik een heerlijke boterham voor je smeren, maar je kan je ook in je nek steken. Dan maakt het mes niet evil of goed. Dat is gewoon neutraal. Dat is de menselijke intentie erachter. En met heel veel geld kan je ook heel veel mooie dingen doen. Mm. Maar ja, daar willen we natuurlijk niet over hebben. Nou, nee, je wil het gewoon hebben over, jij hebt geld en ik heb dat niet. En jij doet heel veel dingen wat ik niet kan doen. Maar als ik op vakantie ga, krijg ik gewoon random berichten. Oh, is hij weer op vakantie? Bitch, ik werk knijterhard, man. Mag ik even? Maar ja, dat is mensen toch. Ze gunnen je alles, zolang je het niet hebt. Ja, dat is natuurlijk een tweede ding. Is een stukje misgunnen erbij. Maar ik denk over dat eerste nog. Hoe belangrijk het is dat wij zelf die mindset met geld gaan veranderen. Hè? Want het is precies wat jij net zegt. Ik hoop, luister, je geld is er toch. Je kan ervoor kiezen om het dan maar naar de grote corporates en naar die grote bedrijven te brengen. Want dat maakt toch allemaal niet uit. Dus ze zijn toch evil. En dan is het bij mensen die de evil zijn. Of je kiest ervoor. Daar ligt ook zo gelijk zo'n groot gedeelte van onze kracht. Weet je wel. Alleen al met hoe je met geld omgaat. Je kan het dus ook lokaal brengen. Een kaartje kopen voor jouw theater. Koopkaartjes. Maakt niet uit, weet je. Maar je kan dus ook juist bewust iets goeds mee doen. En naar de mensen brengen die er vervolgens ook weer iets goeds mee doen. Waardoor dat weer als een olievlek verspreidt. Het is gewoon een neutraal ding. Hè? En je kan het afwijzen. Maar we hebben nu eenmaal regels verzonnen dat we het nodig hebben. Ik heb die regels niet gemaakt. Maar ik weet in ieder geval, geld maakt niet gelukkig. Maar een lege koelkast ook niet. Ja, je rekeningen betalen, niet kunnen betalen ook niet. Dus ja, we hebben dit collectief blijkbaar afgesproken dat geld er is en dat daardoor alles draait, dat je daardoor dingetjes kan doen. Oké, prima, zijn dat de afspraken? Dan ga ik daarmee moeten dealen. Ja, en dan is het heel makkelijk om te zeggen, money is the root of all evil. Ja, luister, we hebben deze wereld nu gecreëerd, deal with it, of ga op een hutje op de hei wonen en shut up. Dan doe dat soort dingen. Maar nee, ik moet daar zelf ook nog, ik ben er nog steeds aan het werken hoor. Ik moet dat voor mezelf ook steeds rechtbrengen van nee Jay, dit is oké om geld te verdienen. En soms als iemand me dan een berichtje stuurt van een geldwolf, dat raakt me soms wel nog. Ja, dan denk ik, ah kut, hou op, dat is niet leuk. Want ik ben al bezig hiermee om dit recht te krijgen, dat ik het ook
dat het oké is dat ik geld verdien. En als iemand dan zo'n steek, en dan heb ik hem net niet goed geslapen, dan prikt hij me toch niet. Nee, niet leuk, weet je wel, maar ik ben er ook nog aan het werk daarmee. Word jij nog geraakt door dingen die mensen online tegen je zeggen? Soms wel. Meestal niet. Soms wel. Ja, ik ben niet van steen, snap je? Dus soms heb ik ook een mindere dag. En als het dan net iets gevoeligs is. Kijk, weet je wat het is? Ik probeer echt met een zuiver hart te handelen. Hè? Dat probeer ik echt te doen. En als je dat echt probeert te doen. En soms steekt iemand je met echt. Dat je denkt, maar come on. Toch niet zo. Ja, dan kan het je soms nog wel raken. Zeker weten. Ja, niet meer, het gebeurt niet meer heel vaak hoor. Maar ja, ik heb soms wel van die dingen dat ik denk, nou, dat vind ik echt niet leuk. En dan, ja, dan voel ik dat maar even. En dan denk ik, ja, kutsch. Ja, hier heb ik dat is een zwakke plek van me. En ja, prima. Ja, heb jij dat? Ik heb natuurlijk nog, ik heb nog steeds wel ergens zo'n soort van een sterk onrechtsgevoel ergens in me liggen. Mm. Dus ik kan ook wel, als je soms comments krijgt die gewoon echt, ja precies, dat kan wel een eerste neiging nog van me zijn. Ik ben wel, ik reageer er wel anders in dan voorheen, maar ja. Het kan nog steeds wel eens dingen denken van, joh, je weet, je kan bijna zo'n ding schieten dan, toch van, je hebt echt geen idee wat in dit geval ik heb moeten doen om hier terecht te komen, juist. Weet je wel? Ja. Wat ik heb moeten laten, moeten opofferen ook qua geld, weet je wel. Je hebt gewoon jarenlang iets gedaan zonder dat je wist of je er iets voor terug zou krijgen. Ja. En dan moet je je nu schuldig voelen dat je er iets voor terugkrijgt. Ja. Dat is wat ze je proberen aan te praten. Dan. Ja, dat is lastig. Maar ja, goed, we zijn mensen toch. Dus het zou ook heel gek zijn als al die dingen ons helemaal niet meer raken. Dan ben je ook een beetje verwijderd van de mensheid. Maar het moet je min... Het bepaalt mijn dagen niet meer, laat me het zo zeggen. Ik weet nu precies wie ik ben en waar ik voor sta en waarom ik doe wat ik doe. En dat 90% van de dagen draag ik dat gewoon. Maar soms heb je hebt met wat minder geslapen. Je bent onzeker over bepaalde dingen. En tak, iemand komt net met zo'n vervelende comment. Of, ja, it's all good. Dan raken ze je even. Prima. Heb je het gevoel dat je genuanceerder bent geworden door de jaren heen? Ik ben slimmer geworden. Ja? Ja. Een stuk slimmer. Eerst zei ik gewoon, het is A. Punt. En nu denk ik, wacht, weet je wat waar ik nu de hele tijd mee bezig ben? Ik heb één boodschap en ik denk dat dat een goed ding is. Hè? Mijn boodschap waar ik voor sta, denk van, nou, dit is beneficial voor iedereen op de planeet. Zo denk ik letterlijk. Maar dan denk ik, iedereen zit met bepaalde filters en hokjes. En nu is het mijn taak om daar doorheen te komen. Als ik mezelf daarvoor moet aanpassen op een bepaalde manier, de boodschap is belangrijker dan mijn gelijk. Dus ik wil binnenkomen bij jou, maar ik zie dat jij bepaalde filters hebt. Dus eerder had ik dan zoiets van, ja, fuck jou en je filters. Hier, dit is het. Kijk maar wat je ermee doet. Nu denk ik, nee, hoe kan ik het zelfs bij jou proberen erin te krijgen? Dus ik word daar veel meer door getraind. Daarom wat ik je zeg, ik praat af en toe met die wetenschappers. Kom, hoe denk jij? Want ik moet jou op een of andere manier kunnen bereiken. De mensen die ik heb bereikt met de rechte boodschap. Is al goed. Maar nu wil ik jou. Kijk, hoe, dus word je dan genuanceerder? Ik denk het wel. Maar de boodschap blijft overeind. Alleen ik ga kijken, hoe kan ik dit nou... Laat me even kijken hoe ik dit... Snap je wat ik bedoel? Hmm. Dus ja, ik denk dat ik wel genuanceerder ben geworden. Maar de boodschap is nog precies hetzelfde. Alleen ik denk veel groter. Ik denk nu niet meer van... Hier, doe maar. Nee, het zijn allemaal mensen. En in essentie zijn ze goed. Oké, dan ga ik kijken hoe ik je kan bereiken. En als ik mezelf daar een beetje voor moet aanpassen... Ja, prima. Dan gaan we dat doen. Want de boodschap is belangrijker dan mijn... gelijk of weet ik veel. Nee, boeien. Dus ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik genuanceerder ben geworden. Ben je daarin ook minder gaan oordelen, denk je? Ja. Stuk mee, omdat ik mensen begrijp. Ik begrijp waar je vandaan komt. Ha, en eerder was ik daar niet mee bezig. Eerst was ik bezig met mijn eigen onbegrip. Waarom begrijpt men mij niet? Nu ben ik aan het denken, ik wil jou begrijpen waarom jij mij niet begrijpt. Ik ben echt helemaal geobsedeerd door de menselijke psychologie. Waarom ze beredeneren zoals ze beredeneren. Waarom ze doen wat ze doen. Waarom ze denken zoals ze denken. En dan komt heel veel compassie. En als je bij iemand bijvoorbeeld ziet die heel erg boos is op alternatieve geneeskunde. En je ziet bij die persoon dat iemand is overleden in de familie vroegtijdig. Dan denk je, oh. En dat was door een ongeneeslijke ziekte. Dan denk je, ah, kut. Shit, man. Daarom ben je zo boos. Daarom ben je dit. En dan denk je, oké, dan komt weer wat verzachting en dan komt weer minder oordeel. Dus ja, veel minder oordeel. En daardoor zie je veel scherper. Want zodra je in een emotionele staat zit, verdwijnt kritisch denkvermogen. Je ziet niks meer helder. Je bent alleen maar met emotie bezig en je bent bezig met je eigen gelijk.
het boeit mijn gelijk, boeit me niet. Dat heb ik los van mezelf gekoppeld, snap je wat ik bedoel? En dan zie je helder, want dan is er niks meer van emotie wat jouw kijk op de wereld vervormt. Dus ja, ik ben veel minder oordelend geworden en daardoor zie ik veel beter. Hoe voelt het dan dat, dat er dan... Er zijn ook, zeg maar, vooral wat religieuze stromingen tegenwoordig die heel erg op dat oordeel zitten. Ja. Heb je dan niet het gevoel dat we soort van weer terug in de tijd gaan ergens? Jawel. Ik had nooit gedacht, zeg maar, dat we in deze tijd weer terecht zouden komen. Ik wist nooit, zeg maar, hoe het ging dat bijvoorbeeld mijn voorouders in Suriname, hoe die zijn behandeld, hè? De manier hoe ze leefden, hè? Dus de manier in welke goden zijn geloofden, de tradities van hun. Ik had nooit gedacht, zeg maar, dat wij weer in een tijd zouden komen dat mensen weer zo zouden gaan denken. Ik had gedacht, nee, nu zijn we een stuk verder. Maar wat ik nu zie met de religieuze stromingen, voornamelijk op het internet, denk, oh, nu snap ik het. Nu snap ik hoe als je dit in een groter aspect zou afspelen, nu is het een Instagram post, waar je mijn voorouders tot duivels bestempelt. Dat doe je nu met een Instagram post. Dat deden we 400 jaar geleden in het echte leven. En als jij gelooft dat iemand een duivel is, omdat hij niet gelooft wat jij gelooft, dan kan je barbaarse dingen met die persoon doen. Omdat je gelooft dat het een duivel is. En ik had nooit gedacht dat we met de intellect en de manier hoe we met elkaar verbonden zijn op dit moment, dat we nog ooit in deze situatie terecht zouden komen. Maar ik ben een Suriname, letterlijk. En er komt daar een meneer op bezoek. Die komt daar de afgoden kapot maken. En hij komt even de mensen zuiveren in de naam van goedheid, in de naam van God. Kom jij naar het land waar mijn vader geboren is, kom jij even de boel op stel te zetten, omdat jij gelooft dat die mensen geloven in de duivel. Hey. En dat is fucking 2023 dat gebeurde. Dat ik denk, hey, maar als deze gast macht had, hè, en hij was echt groot geweest, en hij had de middelen om te zeggen, we verbieden dit en dit, had je het gedaan. Dus ik vind het eng, jong, die ontwikkeling. Maar het zijn geen echte religieuze personen. Tenminste, je praktiseert niet je eigen religie. De echte religieuze personen, als een Martin Luther, een Malcolm X of een Thich Nhat Hanh, als je hun literatuur leest, dan denk ik, oh, oké. Je snapt het wel. Je weet wel precies, maar ik weet niet wat gaande is nu. Dat is een verstrengeling van een stukje ego. Jezelf hoger zetten dan de rest. En iedereen die niet wat gelooft, wat jij gelooft, bestempelen als minderwaardig en zelfs als demonisch. Knap. Niet gedacht dat we daar nog eens terecht zouden komen. Weet je wat ik wel ook denk? Want ik heb het natuurlijk ook, ik zie dit ook, en ik heb natuurlijk ook even over nagedacht en zo. En als ik het met mijn eigen proces vergelijk, hè, dus ik zit zo begin corona weer en zo, dan zie ik, we hadden het net al eventjes over, maar uit welke plek het komt dat ik zo veroordelend was over die andere mensen en zo alleen maar nog in mijn stukje waarheid zat, zeg maar. Ja. En ik vind dat het een mooi voorbeeld is, dat op een gegeven moment realiseerde ik me ook, weet je, ik zag al die plannen en ik zag al die agenda's en al die dingen voorbij komen. En dat ik dan iedereen zat te veroordelen die dus niet bijvoorbeeld, die meedeed aan de QR-code bijvoorbeeld. Ja. En dat ik tegelijkertijd gewoon het vliegtuig instapte, mijn paspoort liet controleren door een of andere douanier. Allemaal lijpe shit die ook gewoon allemaal meedienen en een soortzelfde agenda naar die 9-11 gebeuren bijvoorbeeld. Ja. Of mijn telefoon in mijn zak hebben met chips die gemaakt zijn door kleine kindjes en weet ik veel wat voor landen. Hmm. Dat ik ook echt dacht, wat zit ik nou eigenlijk op een soort van morele high horse ergens? Mensen te veroordelen op bepaald gedrag wat ze doen, terwijl op bepaalde vlakken ik geen haar beter ben. Hmm. En op een gegeven moment ben ik wel, samen met dat soort van, oké, uit welke plek komt het nou eigenlijk, ben ik, ja, ik geloof nog steeds heel erg staan voor je eigen waarheid, maar dat veroordelen van mensen die dat niet doen, daar ben ik ook wel van afgestapt. Ik denk, ja, we moeten wel meer soort van, ook wel met elkaar ergens daarin een weg vinden die we vooruit gaan Omdat vinden. Jij ook een blinde vlek hebt, en ik heb die ook, we hebben die allemaal, en dat is oké, dat jij hebt een blinde vlek, ik heb er één, en we zien ze bij elkaar. Alleen, het is moeilijker om hem bij jezelf te zien, maar jij hebt hem ook, je bent niet superieur, ook jij hebt je dingen, en we moeten verschillen van elkaar, zodat ik, je moet zelf maar zien, we zijn allemaal verschillende puzzelstukjes en we moeten verschillen zijn, want een puzzel met enkel dezelfde stukjes, die kan je niet leggen. Ik moet bij jou dingen zien wat ik niet goed vind en jij moet dat bij mij kunnen zien, zodat we volmaakter kunnen worden als mens. En dat is wat ik nu mis bij de hype
van religieuze mensen. Niet de echte religieuze mensen. De mensen die religie echt praktiseren zoals die bedoeld is. En daar heb ik ook helemaal niks op tegen. Als religie jou een beter persoon maakt, hè, en je leeft volgens de religie. Ik kan het beter vinden met dat soort mensen. Daar kan ik het heel erg goed mee vinden. Het is alleen een klein radicaal groepje dat veroordelend is. En als je de literatuur leest van een Malcolm X of een Martin Luther King of een Thich Nhat Hanh, dan, oh, dat is verademend. Dat je denkt, oh, oké. Maar mensen gaan er weer aan de haal en er is weer een of andere hype op. Dat is ook zo mooi, want eigenlijk als je al die teachings leest, weet je wel, je kan het natuurlijk ook heel symbolisch vaak lezen. Vaak is het dan ook, eigenlijk gaat het toch veel over de binnenwereld ook en zo. En als je dat leest over het al die, of het nou boeddhisme is, het christendom. Weet je, volgens mij in essentie heeft iedereen het ergens redelijk over hetzelfde. Ja. Alleen wij zijn ons gaan attachen weer aan één bepaalde type verhaallijn. En dit is het dan helemaal. En ik denk ook, je zoekt het zo buiten jezelf op een gegeven moment weer ook. Hè? Ja. Je moet ook een beetje kijken naar de blinde vlek in jezelf. En geloof je nou echt letterlijk dat, zie jij geen verband tussen de geografische locatie en religie? Kan je dat niet zien? Zeg maar, denk je dat het toeval is dat 90 of 95% van de mensen in Irak moslim zijn? En denk je dat het toeval is dat de 90% van de mensen in Spanje christen is? Denk je dat dat gewoon random toeval is? Of denk je dat daar iets onder ligt te broeien, waardoor dat zo komt? En denk je nou echt, als bijvoorbeeld als christen, dat er, ik weet niet hoeveel miljarden, zijn het miljarden inmiddels, moslims het allemaal mis hebben? En jij hebt het goed? En denk je vice versa dat jij als moslim en al die christenen het allemaal fout hebben? Of zijn jullie ergens het ook met elkaar eens? Alleen gaat het nu over de vorm waar we het over hebben. En daarom vind ik het mooi hoe de boeddhisten kijken naar religie. Ze zien het zeg maar zo. Je hebt verschillende soorten religies. Die vergelijken zijn met verschillende soorten stukken fruit. In Spanje hebben wij sinaasappels. In Costa Rica hebben wij kiwis. En in Ecuador hebben we bananen. Die groeien daar. Aan de hand van de geografische locatie. Nu kan je aan de eerste hand zeggen dat een sinaasappel niet hetzelfde is als een kiwi en een kiwi niet hetzelfde als een banaan. Dat geef ik jou gelijk. En qua vorm zien ze er anders uit. Maar nu zeggen de boeddhisten, kijk eens iets dieper. Wat zijn de bestanddelen van een sinaasappel, een kiwi en een banaan? Dat is grond, dat is zonlicht en dat is water. Als we dieper erin kijken, zijn het precies dezelfde stoffen die dat voortbrengen. Alleen de geografische locatie bepaalt, in Spanje zijn er sinaasappels en in Ecuador bananen. Leg dat eens naast alle religies. De bestanddelen, denk ik, en ik ben ze allemaal aan het lezen, zowel de Bijbel als de Koran als de Bhagavad Gita als de Mahabharata, ik lees alles. En de bestanddelen zie ik. Zon, licht, grond, water. Alleen de geografische locatie, die verschilt. Ik denk dat religie is ontstaan om dit bestaan te bevatten tot een bepaalde hoogte. En ik denk dat dit bestaan niet volledig te bevatten valt met ons menselijk brein. Dus je moet ergens buigen naar een hogere macht. Dat is wat ik ook doe. En als ik zeg ik geloof in God, prijst iedereen me. Maar daarna vragen ze welke. Ja, sorry, maar ik ga God niet reduceren tot een boek. Als hij de fucking wereld voor mij heeft gemaakt. Dat doe ik niet. Maar ik veroordeel je niet. Als je het wel doet. En daar gaat het mis. Ik veroordeel je dan als dat een houvast voor jou is. Als je daardoor een beter mens wordt. Dan prijs ik het. Maar ga mij niet als duivel neerzetten. Omdat ik niet doe wat jij doet. Daar ben ik heel erg gevoelig voor. Niet dat als jij ergens in gelooft. Ga ik niet zeggen dat jij verkeerd bent. En ik wil niet eens argumenten gaan opnoemen. Waarom ik vind dat jij dat. Dat wil ik niet. Want als jij een beter mens bent. Voor mij zijn er twee kanten. This side en the other side. God's side en de side creatie en destructie. Dat zijn voor mij twee kanten. Sta je bij mij aan creatie en heb je een hoedje van een moslim op? Broeder. Sta je aan de kant van de creatie en ben je een christen? Broeder. Ben jij destructief bezig? Oké, daar distancieer ik me van. Maar ik wil helemaal niet discussiëren. Als goede mensen met de juiste intentie met elkaar aan het discussiëren zijn welk hart het beste klopt, dan is de duivel aan het werk. Dat vind ik letterlijk duivelswerk. Als wij gaan vechten met elkaar, terwijl de enemy verenigt zich met elkaar. Ik snap niet dat we dat niet kunnen zien. Maar goed, ja, je merkt al, daar word ik helemaal fired up van. Maar, lekker man, lekker. Ja, weet je waarom, ik spreek met imams. Met mensen die echt geleerd zijn in de islam. Die spreken niet zo, zoals de radicalen. En ik spreek met echte christenen. Die echt het geloof praktiseren. Die spreken niet zoals die mensen op Instagram. Echt niet. Als je naar Martin Luther King zijn boek leest. Hij heeft het bijna niet over het christendom. Hij heeft het over one day we will unite. Daar heeft hij het over. Hij heeft het niet over zwart en wit. Hij heeft het over nee.
Snap je? Dus die shit is allemaal op de oppervlakte. De mensen, er zijn mensen die prediken over God en er zijn mensen die doen werk. En ik denk dat daar een verschil is. Heel veel mensen babbelen gewoon. En zijn hun eigen identiteit aan het vervangen. En dit wat ik nu doe, wil ik niet doen. Want nu ben ik dat ook aan het doen. Nu ben ik ook ik wil dat niet. Maar soms dwingen mensen me omdat ze mij bestempelen of mijn voorouders bestempelen als een of andere fucking duivel aanbidders. En dat, daar trek ik de lijn. Daar ga ik niet meer in mee. Het is zo ook, weet je, dat realiseer ik me ook. Heb ik op een gegeven moment ook bedacht van ja, maar dus als ik net zo goed kan leven als dat, zeg maar, dus, maar ik hou me eigenlijk volledig aan het leven zoals dan in de Bijbel bijvoorbeeld staat. Hè? Dus ik doe dat allemaal, ik voeg wat toe en ik, weet je wel, nou, je leeft gewoon een mooi leven, je helpt andere mensen ermee, et cetera, ja, et cetera, et cetera. Word ik dan geweigerd aan de hemelpoort omdat, ja, ik dan niet specifiek in dat boek geloof? Ja. Dan wil ik niet. Laat maar. Nee, ik ook. Ik teken ervoor. Want weet je wat, er zit ergens een kinderverkrachter opgesloten. Die heeft daar een boek gevonden en heeft zich bekeerd tot Jezus en hij komt binnen. Dat is het beleid. Fuck dat hele beleid. Ik blijf random aan die deur staan. Als dat het beleid is, zeg ik, we need to change. Want ik ben vaak genoeg buiten de club gezet omdat ik de verkeerde schoenen aan had. Prima. Ik sta buiten. Als dat het ware beleid is, dat als jij kan doen en laten hier wat je wil. En vervolgens op het einde van je leven bekeer je, want dat was wat altijd gebeurde in die gevangenissen. Kijk naar die gevangenisseries. Allemaal in één keer hebben ze God gevonden. Die komen allemaal binnen, die gast. En ik die mijn hele leven wijd aan het helpen van de mensheid, ik blijf buiten. En als ik in een theatershow zit en recht voor me zit een moslima en daarnaast zit een persoon met een kruis die elkaar de hand schudden en lachen en genieten van die avond en vervolgens weer verder gaan met de leven, dan ben ik duivel. Als ik die mensen bij elkaar breng. Let's go. I will burn. Graag. Daar teken ik voor. Echt. It doesn't make sense. Nee, niet eens een beetje. Maar goed. Nou weet je, en uiteindelijk, ik zei dit net al eventjes, maar uiteindelijk helpt het mij ook weer relativeren eventjes. We zitten ook weer in een bubbel en in die bubbel zit dan weer een kleine fractie, ja, van die bubbel die dat aan het doen is. En als je helemaal uitzoekt naar het hele geheel, dan is het ook maar gewoon zo. En ik weet je wat ik ook gewoon zie? Ik voel het ook heel erg als een mooie kans. Die mensen die nu zo radicaal gaan zijn en gaan lopen veroordelen dat alles van de duivel is. Het is een mooie kans om eens weer bij onszelf intern te gaan checken. Hey, wat vind ik hier nu eigenlijk van wat die persoon, ja, tegen mij zegt? Juist. Wat vind ik nu eigenlijk van dat op het moment dat ik een therapie doe of weet ik veel wat, dat ik dan van de duivel ben. Wat vind ik ervan dat er zo veroordelend wordt gepraat over bepaalde mensen en wat, juist, mensen vervolgens doen. En, ja, niet naar mij kijken of naar Jay kijken of niemand anders kijken wat zij ervan vinden, maar wat vind ik er zelf van? Ja. En dan kom je weer een stukje dichter bij jezelf. Als, ja, dat voor jou de weg is waar jij graag bij wil aansluiten, yo, dan is dat voor jou de weg. Doe dat. Maar als jij in jezelf gaat voelen je denkt, hey, dit klopt niet helemaal, ja, dan is het mooi leermoment. Dus inderdaad, om dat weer een kans. Omdat te, ja, ontstijgen ergens op een bepaalde manier. 100%. Dus als je je lering eruit kan trekken, dan is het prima. En ik probeer, voor mij is de lering om niet te oordelen. Ook al oordelen ze over mij, ik moet dat niet doen. Dat is mijn les de hele tijd. Ik heb eerder nog, wat ik net even voelde. Jij dan dit en dit. Nee. Probeer te begrijpen. Je bent hier niet om begrepen te worden. Zij mogen tegen mij zeggen, jij bent een duivel. En ik moet tegen jou zeggen, jij bent een engel. Omdat jij het goed bedoelt. Dat is mijn les hieruit. Daar heb ik tot nu toe de meeste weerstand. Als iemand me weer uitmaakt voor, ja, maar Jay, je mag dat shirt van Child of God niet dragen, want je kiest niet voor het christendom. Dan moet ik me... Ja, dat klopt. Mooi dat je dat zo ziet. En dan moet ik moet daarop echt op mijn lip bijten, omdat jouw beperkende visie over mij zegt niks over mij. En dat moet ik tegen mezelf blijven zeggen. Jay, je mag zo leven zoals je leeft. Je mag leven zoals jouw voorouders hebben geleefd. En er is niks mis mee. Zij hebben dat wel geloofd vroeger, mijn voorouders. Die dachten echt dat er op een gegeven moment iets mis was met ze. Ze mochten hun ceremonies niet doen. Ze mochten hun dingen niet doen. Ik moet nu dat over me heen laten krijgen. Alsnog. En nog steeds liefdevol zijn. Ik moet je nog steeds proberen te helpen. Dat is mijn grootste les hieruit. Want ik krijg me af en toe toch dingen naar mijn hoofd geslingerd omdat ik weiger een religie te kiezen. Maar alsnog moet ik denken, nee, is oké. Shut up, Jay. Shut up. Dat is denk ik volgens mij de ware kunst. Als ik dat kan opbrengen. Dat als iemand mij aanvalt, dat ik nog steeds kan zeggen, oh ja, maar I got you. Ik ga nog steeds proberen me in te zetten voor jou. Dat wil ik. Nou ja, en dan hou je ook genoeg tijd en ruimte over om toch weer te gaan focussen op de dingen die je wel wil. En daarbij een steeds grotere groep mensen te inspireren, denk ik. Ja, en daar gaat het uiteindelijk om. Er zijn een paar schreeuwen lelijkers aan de oppervlakte.
Maar als je ziet wat voor diepte we kunnen bereiken met de mensen die gewoon oren hebben. En ik merk wel dat, kijk, we gaan het wel even hebben over de uitzondering. Maar de regel is wel dat steeds meer mensen hun verschillen naast elkaar zetten. Hè? En, of naast elkaar neerleggen en zeggen, we got you. I got you. Waar geloof jij in? Prima, ik geloof hierin trouwens. Kom, we gaan. Dat zie ik wel ook steeds meer. Hè? Dus we moeten niet de focus verleggen op de uitzondering. De regel is wel, denk ik, dat steeds meer mensen inzien dat we één zijn. En dat we het wel samen hier moeten doen. En dat er ook mensen zijn die daar misbruik van maken. En er zijn mensen, we moeten het samen doen. We gaan het nooit in ons eentje kunnen doen. En als we ons laten verwarren door al die hokjes wat we hebben verzonnen. Ja, dat scheidt ons alleen maar van de essentie. En ik denk dat dat wel steeds meer het narratief wordt. Dat mensen die verschillen naast elkaar gaan neerleggen. En als dat niet is, dan hou ik mezelf dat gewoon voor. En dan hou ik mezelf een beetje voor de gek. Dat is prima, maar daardoor kom ik mijn dagen door en kan ik me ook blijven inzetten voor hetgene waar ik in geloof. Jawel. Ik ben erbij, man. Ik sluit me aan. Ik teken ervoor. We gaan ervoor. We moeten. We gaan het gewoon bij elkaar brengen. What the fuck? Zeker weten. Hey Jay, je bent een druk man, man. Ik vind het een perfecte afsluiter op deze manier. Mooier wordt hij niet. We hebben nog wat kijkersvragen. Ja. Die gaan we even kijken of we die nog een beetje in de tijd gepropt krijgen. Maar als je het goed vindt, sluit ik hem even af. En dan doen we daarna nog wat kijkersvragen. Ja. En super thanks, gozer, voor het hier aanwezig zijn. Dat je je boodschap wil verkondigen weer. Je bent een grote inspiratiebron voor velen. Dankjewel. Voor mij in ieder geval elke dag nog steeds, man. Dus thanks. Insgelijks, jongen. Insgelijks. Lieve vrienden, ik hoop dat het voor jullie ook een bron van inspiratie is geweest. Als dat zo is geweest, doe je me een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En laat ook even een review achter bij Spotify. Abonneer je op het kanaal waar je aan het kijken bent. YouTube, Spotify, even overal abonneren, like de video. En laat ook even in de comments weten wat je ervan vond of welke gast je graag voortaan terug zou willen zien. Wij gaan door naar de kijkersvragen. Die kijkersvragen zijn te zien op That's the Spirit. Als je daar aan het kijken bent, super tof, blijf lekker zitten. En als je nog niet aan het kijken bent, move daar even mee naartoe. Dan kan je nog even van de kijkersvragen genieten die ik zo meteen op Jay ga afvuren. En anders tot de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.